begint de video. Oh, hij is aan het aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hallo iedereen! Het is oud en nieuw! Yeah! Niet zo knallen, jongen! Wij gaan vandaag gezellig live met jullie. En ja, ik heb er heel veel zin in. Ik ben vandaag met Jasper. Jongens, kijk, kun je niet zachter doen? Kijk, en jullie zien hier boven mij. Ik zou even stoppen. Maar wat heb je afspraak? De buurman luistert weer niet hoor. Oh, stomme buurman. Hij zit weer niet te luisteren, Joost. Ja, echt gewoon. Ja, slaat naar huis op. Nou, oké. Okay. Maar jullie zien hier een timer. Tot het nieuwjaar is. Nog 2 uur. 58 minuten en 2 seconden. En dan is het nieuwjaar. En met nieuwjaar gaan we ook buiten filmen. Ik kan wel even iets laten zien. Hij gaat buiten, jongen. Ik ga lekker oliebol kijken, vuurwerk afgooien. Ik kan wel even iets prachtigs laten zien. Kijk. Kijk, jongens. Jullie. Oh, wacht. Gaat fout. Ze horen jou nou ook even niet. Kijk. Jongens, jullie zien nu de camera naar buiten. En ja, prachtig. Oké, ik ga maar weer terug naar... Okay. Zo. Nou, ik ben er klaar voor. Ik heb Thunder Kings al afgestoken. Die waren zo hard dat er telkens een auto-alarm afging. Wauw. Het begint. Woep, woep. Ja, woe. En allemaal hallo. Ik heb jullie afst in de chat achter, want ik wil wel weten. Ja. Wat zei je? Ik ben eigenlijk een stalker, maar wat zei je ook alweer? Laat je naam even in de reactie weten. Oh ja, maar jongens, wij gaan trouwens op het moment, gaan we Instagram kijken. Jasper die is hier gewoon als tweede persoon, die kan niet zien waar je kijkt ofzo, maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan nu over naar de Instagram. Ze hebben hier nog wel geld. Jasper, je praat door de overlay heen. Nou, bij Jasper hoor je keihard vuurwerk. Maar... Ik had een afspraak met de buren, maar ze hebben zich meer eraan gehouden. Oh my god, jongens, ik heb deze foto gewoon nog niet geliked. Ik was 10. Zo, Jas, kon je ook niet schoon. Ja, maar wij gaan vandaag onder andere in de livestream. En dat is per vuurwerk weg. Yep. Eigenlijk is het toch belachelijk. Je schiet je geld de lucht in. Ja, inderdaad. Nou jongens, jullie zien nu Instagram, echt prachtig. We gaan allemaal edits kijken. Kijk, dit is. Ik ben ook mooi, hè, wist je dat, Joost? Edit. Joost, ik ben ook mooi. Ja, jij bent prachtig. Ja, echt, ik word er blij van. Nou, kijk, dit is onder andere een heel leuke foto van, hoe heet hij ook alweer? Volgens mij Nick heet hij. Every Rupmas heette toch Nick? Ja. Volgens mij ook, ja. Nou, kijk, hier een prachtige foto van hem met Rutger en Thomas. Merry Rupmas en een fabulous New Year! Ik zie het niet, maar dat oh my god, heb ik die foto... Die foto heb ik nog niet gezien, die is van Rutger. Oh, hoe durf je? Hoe kan ik... Ik heb meldingen voor foto's van hun aanstaan. Ik wist wel dat Richard trouwens deze had gemaakt. Die stond ook op de kaart van Richard. Echt, die kaart was zo leuk. Echt, love it. Kijk, en bandjes. Oh, love it! Joost? Ja? Bij mij doet de livestream het niet. Nou, lieve schat. Bij mij doet hij het. Bij de openbare weergave. Dus dan doet hij het. Nou, maar ik wou niet gemeen doen. Maar? Kijk maar. Oh my god, volgens mij... Nee. Hij is echt aan het laden. Ja, dat kan ik niet. Maar hij ligt toch niet? Nee, wacht.
Dit is dit. Doet hij het hier zo... ook? Nee, hij doet het nog. Ja, maar hij doet het bij mij. Ja, dat ligt aan jou, lief schat. Ja, maar ik word hier... Nou... We deden ook een paar Thunderkings in een pot andersom en al dat water stroomde eruit. Wauw, cool. Waar woon je? Dat deed de kinderen bij mij in de straat ook. Was je een van die erwtenbakken? Jasper, heel erg. Wat, die heb ik net nog met rondjes bekogeld. Jasper, Yara Jansen, hallo, hallo Yara, gezellig dat je er ook bij bent. Sorry jongens, ik heb weer... Ja, Jasper, hou alsjeblieft op of ik hang je serieus op, want ik wil deze livestream niet te ver gaan. Ik wil hem gewoon online kunnen houden. Ik ga heel even water drinken, kom zo terug. Vuurwerk! Jee. Die kinderen met rondjes bekijken. Wacht, we gaan even kijken hoor. Wacht. Vuurwerk is al afgelopen. Ik kan trouwens kijken. Ik kan hier op mijn telefoon... Kan ik zo naar buiten kijken. Kijk. En zo, kijk, dan kan ik mezelf zien. En deze camera, die kan ook in de stream, zeg maar. Cool, hè jongens? Ja, is heel cool. En ik kan zo de andere camera... Ik ben chagrijnig. Ik heb net chagrijnig water gedronken. Is dat goed voor je? Ja, fantastisch. Kijk, ik kan ook mijn selfie camera. Wow, cool. En dat kunnen jullie allemaal zien, zeg maar. En... Ja. Kunnen we er ook een slaapstream van maken, Joost? Nee, dat gaan we niet doen, Jasper. Maar ik dacht, je maar... Jasper, je houdt nu op! Je merkt niet dat het oud en nieuw is of zo. Ja, klopt. Maar wat zijn die... Ik dacht dat die knallen gewoon voor de rol waren. Doen ze toch altijd? Jasper, hou op! Wat doe ik? Ja, ik weet niet meer wat je zei. Ben ik aanwezig? Ja! Jongens, zeg maar als ik weg moet in de chat. Nee, je hoeft niet weg, lieve schat. Maar ik wil de stream online houden. Oh my god, we gaan deze edit. Hallo allemaal, ik wens dat jullie gewoon een 2018. Hallo allemaal, ik wens dat jullie... Dit is echt een cool 2018. Hallo allemaal, ik... Oh my god, deze is echt heel leuk gemaakt. Vuurwerk! Oh my god. Zie ik het op mijn kamer? Ik zie het volgens mij op mijn camera. Hij stelt niet scherp, die verdomde kamer. Oh my god, ik hoor mensen gillen. Oh my god, dat is echt creepy. Help. Vuurwerk! Kijk, ik kan gewoon de hele tijd hier mijn camera in de gaten houden en dan zie ik vuurwerk. Ja, prachtig. Prachtig. Oh my god, er rijdt nu een auto voorbij. Kijk, oh, hij is al weg. Oké, maar Jasper. Ben je er nog? Wacht, Jasper. Oh ja, je bent er nog. Jasper, zeg iets! Ik dacht dat ik niet meer mocht praten. Wel! Daarom was ik stil. Grapje, ik vuurwerk. Oké. Nou, we gaan de volgende video kijken. Oh my god! Nog even edit. Coole edit. Oké, dit is een fijne jaarwisseling. Jasper die zit hier trouwens maar bij om jullie te vermaken voor de humor, zoals hij het altijd zegt, omdat ik niet grappig ben. Zo zegt hij het altijd. Joost, dit stond in je contract dat je dat niet mocht zeggen. Wow, wow, jongen. Ja. Wow, ja, jongen, wacht. Nee, jongens, ik moet gauw switchen van kamer. Nee, dit is belangrijk. Ik ga gewoon deze camera erbij zetten. Er is echt iemand die de stream niet kijkt en dat vind ik niet kunnen. Oh god, man. Eva, waar ben je? Ja, Eva. Ik ga je nu spammen op elk social media vak. Oh my god. Trouwens naar buskruid. Ik heb het allemaal wel. E-mail. Hi's, je hebt het allemaal nog wel. Ja. Heb je nog geen hi's? Nee. Heb jij geen... Ik ben nooit... Joost, heb jij... Maar lief schat, ik ben nooit high. Snap je? Joost, de humor is weer te laag. Jup, ik ga even trouwens. Er is twee tunnel kikken. Toen ging er één recht op en één de andere. Oh, leuk! Ja, maar moet je niet doen? Want bij mij gingen kinderen rotjes in een boom gooien. En weet je, toen kaatsen ze zo hard terug. Het is niet zo slim voor kinderen, hè?
Goed, voorzichtig doen met vuurwerk, jongens. Voorzichtig doen met vuurwerk. Ja, jongens, allemaal voorzichtig met vuurwerk. Ik had mijn broer. Ik en mijn broer hadden gisteren een idee. We hadden 22 inch, toen ging er één rechtop en de andere wees naar degene die rechtop stond. En die, dat was echt leuk. Oh my god, love it. Wel gevaarlijk. Maar ja, inderdaad, wel gevaarlijk. Dus jongens, allemaal pas op met vuurwerk. Ik heb trouwens geen veiligheidsspullen. Ja, want Joost is heel onhandig. Ja, maar ik ga vanavond naar buiten. Ik ga geen vuurwerk afsteken. Dus dan steek ik. Ik zag alvast even de mededeling, die komt straks ook op het nieuws op NPO 1. Dan hoor je... Dames en heren, pas op, er zit 12 en 1 in, rond het omtrekgebied van de Efteling boot. Pas op, dan is tussen 12 en 1 Joost buiten. Ja, inderdaad. Joost is buiten. Inderdaad, regent het bij jou ook zo? Ik kijk even op mijn camera en ik zie geen regen. Kijk jongens. Maar hij voelt zich... Wacht. Jongens, voor de duidelijkheid. Oh, oh, gaat fout. Oh god. Oh god. Joost. Zo, oké, dit is beter. Hé, hey, Jasper! Allemaal abonnees zijn we terug. Kijk nu de stream. Dadelijk ineens komen ze allemaal weer terug. Dadelijk ineens zie je het heel erg omhoog gaan. Even voor de duidelijkheid. Gisteren ging ik aan Jasper. Toen moest ik even dit testen. Ook een beetje naar midden te even deze video kijken trouwens. Houd het kastje iets schuiner. Is ook een ja, edit. Zijn we terug. Jammer. Nou, dan ga ik het weer proberen. Nee, Jasper niet meer. Na de stream. Ja, de andere lijn. Oh my god, deze edit is ook leuk. Het inkleuren. In dat de wenkbrauw een geheel wordt. Met de bestaande wenkbrauw. Wat zei je? Hoi, ik wens jou een hele fijne jaarswisseling. Dit is iemand die ik ken. Of ja, die ik vanmiddag van hoorde. Ik ga verder met mijn... Hoi, ik ben... Oké. Wow, ineens 20 volgers bij. Nou, zeg maar, dat waren niet helemaal volledig volgers. Gisteren... Ik heb er een paar van afgehaald. Laten we het daarbij ja. Houden. Gisteren heb ik en Jasper samen YouTube kapot gemaakt. We gingen de hele tijd abonneren en deabonneren op mij. En toen raakte ik echt superveel abonnees kwijt. En nu pas zijn ze terug, zeg maar. Na meer dan 24 uur zijn ze pas weer terug. Maar jongens... Ja. Oké, laat even de reacties weten. Ik wil het gewoon weten wat ik op trek. Dus maak me even je nieuws. Hebben jullie een oliebol al? Ja, ik vraag het me ook. Kijk, ik moet helaas werken. Want dit is gewoon Joost en ik worden hiervoor betaald. Dit is ons werk. Nou, was ja, het dat niet veel. Maar wij worden betaald. Ja. Ik ben trouwens vergeten alles te liken, jongens. Ik ga trouwens geen video's kijken. Ik ga wel alles liken. Meer zeg maar omdat... Ik heb niet zoveel... Ja. Joost volgt jullie allemaal terug als je nu in de reactie laat horen wie, hoe je heet. Lieve schatten, als jullie een fanaccount hebben, ik volg jullie. Anders, als ik jullie persoonlijk ken, ik volg jullie ook. Maar anders weet ik het niet zeker. Sommige maar jij kende mij ook niet persoonlijk. Lieve schat, dat was een ander verhaal. Jongens, disclaimer, dat had daar niks mee te maken. Nee. Ik ben nog niet door, Joost. Oké. Jongens. Ja? Ik zweer, er zit een eekhoorn onder mijn bed. Oh my god. Oh, Christmas. Oh my god. Dit is echt de beste video ooit. Maar waarom maakt iedereen zoveel video's? Alice? Joost volgt me al. Wie ben jij eigenlijk ook alweer op je fanaccount? Oh ja, jij heet volgens mij daarop ook zo, toch? Ik weet het niet zeker. Ja, kan, jongens, iemand moet ooit een fanaccount aanmaken voor... Jara Jansen. Ik schrik me dood, jongens. Holy glitter. Ik schrok even van vuurwerk. Gaat fout. Ja, ik ga waarschijnlijk echt nog schrikken vandaag gewoon. Ik vraag me af hoe dat gaat. Is het dan, hè, Joost? Ja, morgen. Ja, ook van, wow, die muziek stond iets te hard, zeg maar. Maar ja, oh my god. Deze foto maar vinden jullie het gezellig? Ja, vinden jullie het gezellig, de livestream? Even een vraag. Kijk je met je familie? Want... Ja, er zijn mensen die mij hebben gezegd dat ze met familie gingen kijken. Kijken jullie met je familie? Doe dan even de groeten aan je familie. Zo van, hey, ik ben Jacobina. Oh ja! Ja, dat was ik vergeten. Oeps, sorry. Hi, ik ben Jasper. Ik ben heel knap. Yeah. Als je nog... Ik ben niet vrijgezel, Joost wel, dus ja. Nou. Ja, maar lief schat, ik ben homo. Dus Jacobina, als je laat ombouwen, love it. Wie zegt dat het een meisje is?
Omdat ik de ken. Oh, sorry. Maar ik weet niet wie je bent, dus... dit komt me heel schaam. Zij zit ook in een familiegroep, Seps, maar daar zit jij niet in. Nee, en ik ben daar dood in. Maar daar zit niemand in van de familie, van die andere twee familiegroepsapps volgens mij. Of nee, volgens mij Shakira als enigste. Of nog iemand, ik weet zo gauw niet. Ik ken Shakira toevallig. Ja. Wat hoor ik? Wow, jullie zijn weer een flits. Kijk. Oh ja, Joost. Ja? Ik had wel even één ding gedaan, maar ja, het gaat pas om 12 uur af op je dak. Maar je kan het helaas niet meer onklaar maken. Maar ik had een paar hoe heet het, van die knetterbommen op je dak gezet. Dus om 12 uur kan je gaan schrikken. Oh, oké. Okay. Maakt niet uit. Kijk, dit is ook een heel leuke foto. Wie is dit? Maar als je huis in de fik vliegt... Ja? Bel dan maar even Apeldoorn. Even Apeldoorn bellen. Ja. Kennen jullie die reclame allemaal? Ja, kennen jullie die reclame, jongen? Ik denk trouwens dat we naar het volgende onderwerp gaan, want het Instagram kijken, dat is niet zo tactisch, zeg maar, met Jasper die belt. Want één, hij kan het niet zien, of ja, met vertraging. En ik vind het ook, ja, ik vind het meer overzichtelijk als ik het alleen zou doen. Of, iemand heeft zijn bericht ingetrokken. Huh? Oh ja, kan dat? Kan ik dat? Joost, we hebben straks geen, waar zei je zelf aan het begin van de stream? Ja, jongens, we gaan het volgende doen. We gaan, wacht. Niet Simpson, nog niet. Wat ga ik nu doen? Wil ik dat laatste stuk doen? Dat laatste, snap je? Welk laatste stuk? Oh, de Sims. Ja, het laatste blokje. Zullen we Q&A gaan doen? Met die foto van Rupmas en die drie meisjes die zitten in de groepsapp. Maar oh my god, dat wist ik niet. Nee, want dan, maar dan gaan we toch Q... Oké, dan ga ik nu beginnen. Oké, jongens. Okay, nee, wacht. Jasper, wacht op de Q&A. Wacht. Dit is niet zo tactisch. Oké, jongens. Ik moet eerst even vragen openen. En dan gaan we over naar... overgang. Oh god. Ik ben het overleesstukje vergeten. Ja, het is live. Dan kunnen dingen fout gaan. Oké. En we zijn bij... En nu kom ik. Wacht, ik ga dit leiden, Joost. Deze Q&A. Ja, maar lief schat. Jij ziet niet alle reacties. De Q is een Q. Maak een woord met de Q. Question. De A is een A. Maak een woord met de A. Aarszweet. Oh, is dat toch een Q&A dat je woordjes gaat leren? Ja. Oké, nee. Jasper, ik ga jou leren wat de Q&A is. Ja, maar Q. De Q staat voor question. Oh, en de E staat voor answer. Wat? Hey schat, hey Davy, gezellig dat je er ook bij bent. Kijk je mee familie? Want hey, familie is gezellig. En hey, mijn livestream is speciaal gemaakt om met familie te kijken. Yay! Oké, eigenlijk niet, maar maakt niet uit. Oké, we gaan vandaag trouwens een Q&A doen. Of ja, op dit moment. Gaan we Q&A doen? Wat is nou Q&A, Joost? We hebben vragen gekregen en daar gaan we antwoord op geven. Waarom negeer je me op Skype? Dat mag je niet zeggen, want het is van Rutger, mag je niet jatten. Dat is uiteindelijk ook van Disney, dus... Ja, maakt niet uit. Nou, dan krijg je weer... Dit is copyright. Eerst strike op Joost en dan gaat Joost... Boeit me niks. Bij 3 strikes is je kanaal weg, Joost. Oké. Gaan we de reacties beantwoorden? Oké. Ja, moet je ze wel voorlezen. Wat vind je van je fanaccount? Wat vind jij van je fanaccount? Dan ga ik hem daarna beantwoorden. Ja, ik heb niet veel volgers, maar ik vind het wel speciaal. Nou, ik vind het wel cool, man. Dat vond ik echt speciaal. Ik denk, als je me nog niet volgt op mijn fanaccount,
Rutmans Villa-streepjes fan account. Volg me even. En nou, ik vind dat wel speciaal. Ik vind dat wel, ja, het is toch speciaal. Mensen, ik ken heel veel mensen die mij volgen, die ken ik niet. Of ik ken ze wel, maar ik snap het bedoel, hè? Niet veel vragen, jammer genoeg, zie ik staan. Nou, lief schat, jullie mogen altijd ook vragen stellen onder de livestream in de chat. Ja, maar, want jullie zien ook de chat van de livestream. Joost, ja? Je hoeft één vraag niet te stellen, dat zijn twee vragen eigenlijk. Welke? Is Jasper knap? Want dat is gewoon een feit, dat is ja. Oké. En wat ook een feit is, dat... Nou, wat is nog meer een feit, Joost? Dat de varken meer scheidt als de geit. En als de geit dat had geweten, had de geit meer gescheten. Joost, je moest netjes houden. Dit ken ik van mijn oude begeleider. Nee, maar dit hadden we niet afgesproken. We hadden netjes taalgebruik afgesproken. Ja, maar dit is toch... Nee, dat is niet netjes, Joost. Oh, oké. Okay. Dan kan ik ook... Nee! Nee, want jij gaat verder, Jasper. Ik zet me heel even op hierop. Ik zet me heel even op ja. Twee seconden. Oh my god, jongens. Ja, dit gaat echt fout. Nee. Help. Oké. Okay. Nou... En dan... Fucking, oké, klaar. Ja. Hallo. Oké, wat ik vind van mijn fanaccount, zou ik eerlijk zijn, ik vind hem zeg maar leuk, maar ik ben vaak ook wel onzeker over waar ik plaats, zeg maar. Maar daar is maar ook... Maar daar hoort een liedje bij. Vind je zelf iets leuk, leuk genoeg. Laat mij dan maar zingen, want je... Maar, ja, ik heb soms ook bijvoorbeeld een Insta-story, die neem ik vaak vijf keer of zo overnieuw op. Totdat nee, ik denk... Nee, komt nooit door mij, hoor. Nou, ook heel vaak zonder jou. Neem ik hem vijf keer overnieuw op of zo. Omdat ik dan denk... Maar ook, zeg maar, eerst toen had ik dat niet zo erg. Maar nu Rutger, Thomas en Richard mij volgen... Dan heb ik soms een beetje die dwang. Want dan denk ik, wat nou was het niet leuk vinden? Help! Dus ja, daarom neem ik het dan vijf keer overnieuw op. Tot ik denk, nu is hij leuk. Huh? Oké, even afgeleid. Van, ik zag iets buiten, maar ik wist niet wat. Want kijk, ik zie hier buiten, het is niet... Maar, ja. Oh god, mijn telefoon gaat uit opladen. Maar, ik ben er soms best wel onzeker over waar ik post. En ook regelmatig maak ik edits die ik bijvoorbeeld niet post. Want, ja, dan vind ik ze niet leuk genoeg of zo om te plaatsen. Dus ik ben heel perfectionistisch geworden sinds dat ze me volgen. Maar ik vind ook wel, de reacties van jullie zijn altijd echt super lief. De mensen die ik erdoor heb leren kennen. Ik heb echt heel veel lieve mensen erdoor leren kennen en dat soort dingen. Dus ja. Ook Mongolen zoals mij leren kennen. Ja, dat ook. Nee, grapje. Ik heb een vraag gesteld in reacties op Insta en daar heb ik 10 minuten over gedacht. Oh, wauw. Rip. Wat is dat dan? Nou, ik heb ook wel een vraag, Joost. Welke? Wat is je vraag? Is de rok, komen er ook cadeautjes met oud en nieuw? Ik hoop het. Wat vind je het leukste fanaccount? Volgende vraag. Wat vind jij de leukste fanaccount, Jasper? Wat vind ik de leukste fanaccount tot nu toe? Nou, om een beetje promotie te maken. Nou, ik vind I Love Rutpas heel leuk. Die vind ik ook heel leuk. En jouw fanaccount natuurlijk, maar ja. Nou, oh, heel lief. Ja. Nu zou je eigenlijk moeten zeggen als je een beetje respectvol bent. En dat ben je, denk ik. En jouw fanaccount. Ik vind, zeg maar... Ik vind de leukste, vind ik ook I Love Rutmas, denk ik. Ja, het klinkt een beetje bot, maar I Love Rutmas vind ik heel leuk, ja. Ja, die is heel origineel en dat soort dingen al. Ja, ik vind dat soort dingen heel leuk. Ze doet ook zo'n winacties. En Official Rutmas. De Shakira, die vind ik ook een heel leuk account. Joost, mag ik reclame maken voor iemand? Ja. Het is voor een bedrijf, hè, dat weet je. Ja. Oké, als dit gecopyright wordt, sorry. Oké, volg allemaal even ScoochieToy.nl op Instagram. Oh god, ik moet gauw jou... ik ben te laat, maar ik op de microfoon op mute zetten. Oké, Davy zegt, samen met jou was super tof, hartje, hartje, hartje. Hey Jasper, hartje, hartje, hartje. Moet je even ooit terug zeggen, hè? Oh, moet dat dan? Maar dat stond niet in mijn script, Joost, want dat was niet afgesproken. Ik heb ook een vraag van Alicia. Wat zijn je allerbeste internetvrienden?
Nou, oh, dat is pijnlijk. Dit is echt pijnlijk. Ja, daar ga ik ook gewoon geen antwoord op geven. Tuurlijk heb ik mensen die ik meer omgeef als anderen. Ik hou van iedereen ja, heel veel. Nee, maar ik heb dat wel zin als tuurlijk. En dat zeg ik eerlijk. Dat geef, ja. Dat geef ik toe. Dat, tuurlijk ja. Vind ik de ene leuker als de ander. Maar ik ga hier niet persoonlijk zeggen wie ik nou leuker vind als de ander. Jawel, ik mag daar uitspraak over doen. Nee, dat wil ik niet. Jasper. Nee, maar ik over mezelf toch wel? Ja, maar... Maar kijk, dat bedoel ik. Want Eva is mijn vriendin. Dus. Ja, Eva vind je de leukste. Denk ik. Hoop ik. Anders zou het een beetje erg zijn, aangezien dat je vriendin is. Maar ik heb geen vriend of zo van de familie. Of ja, geen vriend, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel. Nou, een vriend, dat ben ik alleen. Ja, jee. Maar, wat wou ik ook alweer zeggen? Daar, boom, boom. Maar ik ga daar dus niet over kiezen. Oké. Okay. Volgende vraag. Kennen jullie, ik aapje, kusje, kusje. Wat kennen wij nog? Ik, Mick, Loreland. Nee. Dat ken ik niet. Oké. Okay. Hoe ben je op Rutger zijn kanaal gekomen? Jasper. Hoe ben je op Rutger zijn kanaal gekomen? Ja. YouTube rondhangen, hè? Yup. Nee, maar ik was wel echt jong, hè? Ik kijk hem echt wel bijna vanaf het begin. Ja, ik ook. En dat is zo raar, want dan het eerste filmpje heb ik toen... Nou, waren echt... Ik ben denk ik een week... Ik weet het allemaal niet meer, maar toen gebeurde er iets. En toen ik ging dat eerste filmpje terugkijken, weet je wat er toen gebeurde? Vond ik zo grappig kijken. Welkom bij mijn eerste filmpje. Dan denk ik, filmpje. Yep. Filmpje. Stop, ik denk, filmpje. Dat zeg ik nu niet meer, als je op YouTube bezig bent. Nou, ik zeg ook niet, welkom bij ons een livestream filmpje. Ja. Dat zou best grappig zijn, maar geen belediging naar het gehoor. Totaal niet, maar... Nu zegt iedereen vlog, terwijl het geen vlog is. Maar dat zeggen heel veel oude mensen op het nieuws dan. Ja. De vloggers, terwijl het YouTubers zijn. Nou, heb jij Kelvin? Die heeft zeg maar een shirt waarop staat, ik ben geen vlogger. Hij heeft serieus een keer in de krant gestaan als vlogger. Met een foto waar hij het shirt aan had. Ik ben geen vlogger. Ja, en dan zijn ze toch nog zo dom om niet te kijken naar het plaatje. Yup. Nou, ik ben op Rutger. Ik weet niet meer precies bij welke video. Ik kijk Rutger ook al te lang. 4 jaar of zo. Ja, ik kijk hem ook 4,5 jaar, denk ik. Alleen vroeger toen keek ik hem in het geheim. Omdat ik nog in de kast zit. En ik snap nooit waarom. Maar ik schaamde me ervoor dat ik Rutger keek. Echt een van de grootste fouten van alles, zeg maar. Maar, ja. Holy glitter, er is al 2 uur in totaal naar ons gekeken. 2 uur naar ons gekeken? Dat kan niet. Nee, door kijkers, zeg maar. Ja. Cool. Cool. Ja, mensen lijken eens naar ons kijken, hè? Dat is ja. Keer. Maar ja, ik weet niet meer precies bij welke video ik Rutger heb ontdekt. Maar wel echt... Volgens mij trouwens mijn Gooise vrouwenstijl toen die nog online stond. Ik heb die ook nog gedownload. En holy glitter, dat wordt veel meer. Dan moet je nou Joost niet zeggen op YouTube, Joost. Oh ja. Oeps. Sorry Rutger. Het spijt me. Als je dit kijkt. Ik heb Gooise vrouwen. Oh god, wat doe ik? Gaat fout. Ik klikte op ongeluk een account aan. Maar ja. Oké. Okay. Wat vind je van de naam Rutmas? Hallo, ik ben er weer. Hallo, schat. Wie? Alicia. Hallo, ik ben Jasper. Ik woon in het... Nee, dat ga ik niet zeggen waar ik woon. Ik ga het even niet doen. Ja. Oké, wat vind je van de naam Rutmas? Wat vind jij ervan? Ja, jij gaat eens een keer weer eerst. Oh. Ik ben elke keer als eerst. Ja. Ja, mooi. Leuk. Ja. Hoe beschrijf je dat? Ik vind de naam echt kijk, cute. Dat heb ik ook. Want weet je... Ik heb ook zoiets. Ja. Cakehorn. Okay. Cakehorn. Te koop ook in onze webshop. Cakehorn ja. Shirts. Koop ze allemaal. Cakehorn shirts. Koop ze allemaal. Oké. Okay. Ja, hier ga ik dus gewoon geen antwoord op geven, hè. Wie van de twee vind je leuker? Thomas of Rutger? Die vraag heb ik ook aan Joost gesteld. En ik weet het antwoord. Nee, ik heb geen antwoord. Ik Dat is spannend, we moesten cliffhanger veroorzaken. Jasper! Ja, Joost, het antwoord heb jij gegeven, hè? Echt? Jup?
Ik schaamde me ook eerst omdat ik Rutger keek. Ik ben er vooruit gekomen dat ik hem keek. En het was de beste stap ooit. En het was de beste stap ooit. Alleen word ik door mijn oude klasse nog doorgepest. Ja, die mensen... Oh, wordt ook mee gepest hoor, maar ik dan denk die ik... Die mensen eeuw, moet je je gewoon niks van aantrekken. Dood ze gewoon met een... Oh, ga ze met vuurkast steken hoor. Oh, dat zijn die kinderen die je rotjes tegen de boom gooien. Wacht heel even. Oh god. Geef me even een momentje. Ga je iets roepen of zo? Nee, dat is ik hier niet. Oh, ik dacht al. Dat heb ik van de week alweer gedaan. Oh, oké. Okay. Maar de volgende vraag. Ja, ik heb het slekker, hè? Klopt. Wat is je beste eigenschap en de slechtste? Mijn beste eigenschap is denk tegelijkertijd ook mijn slechtste eigenschap. En dat is dat ik heel zorgzaam ben en snel mensen vergeef, zeg maar. En nooit het fouten in iemand zie. Maar het is ook weer mijn slechtste eigenschap, waardoor ik heel makkelijk bijvoorbeeld ben te gebruiken of zulke soort dingen. Dus ik ben heel zwak, maar ook weer... Mensen zou ik heel snel vergeven als ze bijvoorbeeld een fout zullen maken. En ik zal nooit boos worden of wat dan ook. Dus mijn beste eigenschap is eigenlijk ook mijn slechtste. En bij jou, Jasper. Nou, vertel jij het eigenlijk maar wat jij denkt. Want ja, ik ga er geen... Nee, jij gaat jouw eigen beste en slechtste... Nee, maar ik weet het niet bij mezelf eigenlijk. Nou, dan doen we het niet. Zijn wij nou tweeling of niet? Ja, wij zijn tweeling. Nee, jij gaat jouw eigen eigenschap opnoemen, ja, want dat is goed voor je. Yo. Doei! Nee, grapje. Maar. We doen wel gewoon de volgende vraag. Want ik weet geen slechtste eigenschap. Oh god, hij hangt op. Nee, gaat fout. Ik. Nee, nou, oh. Kom op, Jasper. Nee. Bel terug. Nou, oh. Jasper? Nee, nou. Jasper! Ja. Ik weet geen slechtste eigenschap. Ik moet gaan, how do you, schat? How do you, stay fabulous, love you. Ik weet geen slechte eigenschap, Jasper. Sorry. Wat is dan mijn... Nou, jouw goede eigenschap is dat je heel lief bent voor anderen. Jee. Heb ik niet gehoord, toen was ik weg. Ja, dat maakt niet uit. Oké. Okay. Hey boys, hey. Ben je Eva of Jasmijn? Wie is het? Oké, maar hallo. Ik denk Jasmijn, maar ik weet het niet. Ik denk Jasper, oké. Ja, nu ze zegt Jasper, is het Eva, denk ik. Hoe oud ben je? Ik ben... Mijn computer blijft hangen. Oh nee, gelukkig. Oké, ik dacht even dat de stream was verwest. Ik kon het gewoon weten. Hoe oud ben je? Ik ben je slechte eigenschap. Moehahaha, zegt Eva. Daar ben ik het niet mee eens. Oké, ik ben 16 en Jasper is 13. Heb je vrienden? Ja, denk ik. Ja. Hebben wij vrienden? Nou, dan gaan we even de familie langs. Ja. Nou, dit is een vriendin. 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 Denk ik. Haar ken ik niet persoonlijk. Maar iedereen is voor mij een vriendin. Ze zijn gewoon allemaal vriendinnen voor mij. Hebben wij vrienden, Joost en ik? Jasper, nee, dit gaan we niet doen. Oké, zullen we doorgaan naar het volgende? Hebben Joost en ik vrienden? Ik weet het niet. Maar Jasper? Ja, dat ben ik. Wat zullen we nu gaan doen? We hebben... Schema eens een keer, hè? Ja, nou, naar mijn gevoel gaan we iets te snel, zeg maar. Nou, dat is een goede grap. Nou, dan gaan we nu maar naar de reclame. Oh, die hebben we niet. Nee, die heb ik er gelukkig niet in gedaan. Was kut. Maar, ik moet alleen zo gaan. Sorry, ja, ik mocht even kijken. Nee, eigenlijk niet, maar ik deed het gewoon. Ik de ster. Oh my god, Eva. Eva! Eva! Oh, in de ster bedoelen ze denk ik. Tafel racen. Nee, we gaan niet tafel racen. Dat ging de vorige keer fout. Tafel racen, daar worden wij melig van. Toch? Alleen melig, gaan we uit ons dak. Ja. Oh,
Oké. Nou, zullen we maar... Wat zullen we... We kunnen edits gaan maken of we kunnen de Sims doen. Nou, we gaan wel edits maken, want we lopen... Joost, gaat goed, hè, schema? Oké, dan ga ik even een programma opstarten. Jongens, we hadden eigenlijk Joost het helemaal te stressen. Oh, we gaan echt niet halen, hoor. Oh, we hebben echt te weinig tijd. Nou, ik denk, nu is het editen. Daar zit natuurlijk wel meer tijd in. Ja, maar twee edits, dat is goed. Ja, dat klopt, maar daar ben ik ook wel even mee bezig, natuurlijk. Ja, maar we gaan... Hij zit weer... Jong, we gaan om 10 uur, gaat hij iets heel leuks doen, hè, Joost? Ja, dan ga ik Late Hotel doen. Ik weet trouwens niet... Dan ga ik lekker weg. Dan ga ik lekker even oliebol eten, wat veel leuker is. Ja. Heeft ze trouwens al... Wacht, ik ga heel even iets lezen. Want ik ging dan met iemand Late Hotel doen. Maar het was nog niet zeker of... Het was nog niet zeker of ze kan, maar zou me op de hoogte houden. Dus ik denk dat ze daar inmiddels al wel... een berichtje voor heeft gestuurd. Dus ja, kijk, en wat heeft ze in de chat gezegd? Serieus? Oh! Joost, ik... Oh my god! Ja, ik open echt precies... Sorry, ik moet heel even mezelf op mute zetten. Oh, oké. Oh, ik lees het nu precies. Ja, ik had het niet lezen, sorry. Joost, sorry, voelde me niet zo lekker. Nou, maakt niet uit, schat. Het komt eigenlijk zelfs al een beetje uit, want dan kunnen we iets langer... Dan kunnen we misschien een edit meer maken en... iets langer de Sims doen, dus... Hallo! Eigenlijk komt het wel uit. Joost! Ja. Hey! Maar we gaan sowieso nog een andere keer live... hoe heet het ook alweer? Late Hotel doen. Dus het Late Hotel, dat gaat gewoon deze livestream niet door. Als ik dat een keer ga doen, dat beloof ik. Dan doen wij dat samen. Wat zei je? Het is niet als ik zoiets zeg. Joost, nu kan ik geen oliebol eten. Hoezo? Zo. Oliebol, kom maar aan. Tot om 1 uur. Ja, om 12 uur dan mag je gaan, hè? Ja, maar dan moet ik weer met Eva bellen. Ja, dat klopt. Niet dat ik daar erg vind, hoor. Dus toch mijn vriendin, even water drinken, jongens. Nou is Eva's mijn vriendin. Want Photoshop moet toch even opstarten. Nou, kijk, jongens. Kijk nu allemaal. Laat even in de reacties weten wie er nog kijkt. We gaan over naar de overlay. Dus Jasper, even stil. Ik heb gewoon even je microfoon op mute gezet. Kan ook. Ik hou superveel van jullie. Nou, heel lief. Snel weer skypen. Yup. Sowieso gaan we weer binnenkort een keer skypen, Davy. Ik sta op mute, dus jij hebt op mute gezet. Vind je het niet aan doen? Nee, nu niet meer. Het was alleen maar... Vind je niet aan dat je... Lieve schat, het was alleen maar even met de open... Nee, maar vind je niet aan dat je... Hallo Maarten, gezellig dat je er ook bij bent. Maar, jongens, lief schatten. Ik ga edits maken. Wat voor iets moet ik maken? Die komt die oliebollen in. Ik ga eerst even... Nee, het is voor mijn fanaccount. We gaan sowieso Rutmas. Ja, Rutmas die oliebollen eet. In een kikkel. Nou, we kunnen wel iets van de nieuwjaars-edit doen op zich. Ja, maar dit hoeft geen nut, want het is net. Het is straks morgen. Fijne jaarwisseling, Joost. Ja, jij ook, Maarten. Wie is Maarten? Dat is de beste vriend van mijn broer. Hij woont bij ons in het mooie dorpje Loon op Zand. Dus ja. Ja, maar ik wou die naam net niet noemen en nu heb ik dit. Dus ja. Oké, we gaan... Gaan ze nou weer rotjes gooien tegen die bom? Wat een klootzakken. Wat een oetlullen. Jij zei zelf dat ik niet meer mocht schelden. En dan doe je het zelf. Ja, maar dat is geen scheldwoord, vind ik. Denk ik. Hopen. Jongens, vinden jullie dat een scheldwoord of niet? Ja of niet? Oké, we gaan deze als achtergrond. Oh, dit is echt lekker. Dit is patatjes met kaas. Oh my god, lekker. Kijk. Oké, jongens. Oh my god, volgens mij zag ik weer vuurwerk. Kijk, Maarten, technologie van tegenwoordig. Kijk, ik heb zeg maar een camera en daar kan ik zo... Die kan ik dadelijk ook nog in de stream doen, zeg maar. Die camera... Joost, ik moet wel om 11:30 weg. Nee, serieus, waarom? Dan is hier iets heel belangrijk.
Wat is er voor iets belangrijks dan? Nou, ik wil die chemie zijn. Dan komt iets allerleukste, het allermooiste, het allerleukste, het allerliefste, het allermooiste, het allerbeste, allerleukste, allermooiste, allerliefste, allerleukste, allermooiste, allerliefste, allermooiste. Het is gewoon het beste. Het is gewoon leuk, het is lekker, het is mooi. Ik hou ervan. Ik hou van de. Dus ja, het is Eva. Oh, dus dan ga je met Eva bellen? Nou, ik weet nog niet. Ze zegt, je kan me sowieso om 11:30 bellen, dus... Ja, mijn lieve schat. Dan moet je meedoen in livestream. Nee, grapje, hoeft niet. Oké, wat voor... We gaan... Nou, ik ben al... Ik heb... Nee, dat... Nee, die tijd die ik dit kon precies. Welke tijd? Nou, 40, 50, die 10 minuten, nou... Dan heb ik die 20 minuten die je eigenlijk met die andere meid zou doen. Nou, die heb ik niet mooi ingehaald. Ja, dat klopt. Zo. Maar jij wou eigenlijk dat niet, want jij wou dan live, hè? Lieve schat. Maar... Ja. Nee, jij... Ik zou het niet in de stream zeggen, Joost. Wat zou ik niet in de stream zeggen? Dat ik van kippenvleugel zou. Ik ga heel even weg. Kom zo terug. Nee, jij gaat niet weg. Nee, nee. Wat als ik nou al op de knop heb geklikt? Dat heb je niet. Helemaal wel. Jongens. Ik haat hem. Ik haat hem. Ik haat hem. Jongens. Echt. Oh god, hij belt weer. Jasper, je moet niet ophangen. Want nu weet iedereen jouw Skype naam. Wacht niet meer aan de masker. Want ja, die komt er nu te staan. Oh god, wat heb ik nu weer gedaan? Nee, waar heb ik nu op geklikt? Nee, wat? Wacht. Wat? Wat heb ik gedaan? Nee, ik heb op een knopje gedrukt. Ah, je filmt die camera vanuit je raam. Jup, en die gaat straks, zeg maar, dan ga ik... Kijk, ik kan zeg maar... Wacht. Ik kan het wel want even laten zien. Jasper! Oh, jij doet dat niet. Oké, jongens, we gaan even... Over. Joost, je mag er nog een paar dingen uitknippen. Ja, dat kan niet. Je gaat nu echt serieus niks meer zeggen. Of ja, niks meer van dat soort dingen. Zal ik dan maar weggaan? Is dat beter? Jongens, jullie zien mij nu. Kijk, dit is zeg maar het raam van buiten. Kijk, en dan kan zo mijn selfie-camera. En ik had dan zo mijn andere camera. Kijk. En zo heb ik 3 mobiele camera's. En die kan ik overal mee naartoe nemen. Dus ja. Heel handig. Kijk, nu een auto aanrijden. Prachtig. Nou, ik ga weer van scène wisselen. Jongens, wat vinden jullie nou van al die technologie die Joost in zijn hele huis heeft gekregen? Wat vinden jullie van mijn technologie? Echt. Ik ben serieus 2 volledige dagen gewoon bezig geweest om deze livestream... Je hebt een hele dag getreuzeld. Ja, dat klopt. Maar dan nog steeds was het zo lang ongeveer. Nee, je hebt een hele dag getreuzeld. Lieve schat, hou op. Ik moet gewoon eerlijk zijn. Jij doet het ook eerlijk, ik ook. Je bent irritant, oké? Oké, ik ga nu gewoon normaal doen. Alsjeblieft. Maar ik heb Photoshop kapot gemaakt, kijkers. Ik heb per ongeluk een venster weggehaald. Weet iemand van jullie? Waarschijnlijk gebruikt niemand van jullie Photoshop. Maar weet toevallig iemand van jullie hoe je dit terug kunt krijgen, zeg maar? Dat editing, zeg maar, om te kunnen editen. Weet iemand van jullie dat? Want, klein probleempje, daar staan alle tools, zeg maar. Wacht, misschien staat het hier. Oh god, wat heb ik nu weer... Oh, ik denk dat het hier staat. Of, ja, ik denk dat het hier staat. Ja, hier staat het sowieso tussen. Moet ik dan deze? Nee. Deze moet ik niet hebben.
Ga weg. Maar hier staat het sowieso dus wel tussen. Ik heb het opgelost. Alleen nu moet ik nog even zoeken. Nee, hier staat hij ook niet. Wat een lawaai bij jou, Jasper. Jasper, ben je er nog? Oh, Jasper, die zit nep te slapen. Jasper! Jasper, hou alsjeblieft op. Ga serieus meedoen. Oh god, nee, maar ik ben juist even stil, omdat ik dan rustig ben en dan... Oké, dat snap ik. Oh, jongens, ik heb het gefixt. Het staat er weer. Gelukkig. Okay. Ik zat even rust, ik zat even zen momentje en dan zit hij me gelijk weer te doen. Jasper, wakker worden! Ja! Ja, dat vind ik het van. We zijn live! Oh, echt, dit gaat nog fout, joh. Ja, buiten, ja, daar zijn ze bomen aan het verminken, dat is toch zielig. Ja. Met gewoon de rotjes uit China. Yup. Algemeen komen alle rotjes uit China, maar daar ben ik niet uit. Yup. Serieus, trouwens? Tegen mij te zeggen, dus zo ze roepen. Dit zijn echte China-bombs. Nee, dat klopt niet, want het zijn allemaal uit China, dommies. Yup. Niks ergens tegen kleine kinderen, hoor, jongens. Ja. Loven. Nou. En Damien. Damien houden we van. Jij denkt echt zo van, wie is Damien? Nou, dat zal een van de kijkers wel zijn. Toch? Laat even achter als je het snapt. Dit is best wel grappig dat jij niet weet wie Damien is. Toch? Wat is dat? Ja, dat is iemand die ik ken. Of ja, die op een feest was van iemand die kijkt. Ja. Yeah. Dus, jee. Oké, okay, haja. Oh, Joost. Zo. Oh, ik denk trouwens dat mama onderweg is naar mij. Holy glitter, vuurwerk! Wow! Bij mij? Nee, bij mij. Buiten kijken hoor. Ja, ik kan het de hele tijd zien op mijn telefoon. Ik keek elke keer als ik het hoor. Ja, nu kon ik het ook op mijn scherm zien trouwens. Joost. Ja? Ze hebben weer van elkaar hoor, de kinderen. Wat hebben ze gedaan? Vuurwerk, ze hebben een vuurtje gemaakt. Serieus? Ja. En nu zitten ze dingen in de put te gooien. En dan komt er water uit de put. Dat is echt zo gevaarlijk ook, hè? Wist je dat? Ik heb een keer gezien op zo'n video. Ik gooi nu rotjes op een huisje voor kinderen. Oh, dat is echt zo. Ik zei, ze toch daar wat ze te proberen kopen met rotjes? Twee. Yup. Waarom verpesten iedereen die dingen met vuurwerk? Goed zo, Stiefman. Serieus? Ja, bijna wel. Oké. Okay. Maar dat is wel heel erg, hè, als je echt... Ik zou goed schotje naar binnen. Ja, in één keer is het alweer opgesnapt. Wat? Oké, okay, maar stop maar over die kinderen. We gaan gewoon gezellig verder live praten. Het voelt gewoon alsof we niet live zijn. Op een of andere manier. Een gevoel heb ik ineens. En jij was eerst helemaal zenuwachtig. Ja. Oh, maar toch wel een beetje. Op een of andere manier. Op een of andere manier ben ik een beetje zenuwachtig. Ik weet niet meer. Je hebt echt onhandige dodo's. Die gooi je rotjes. Dit is echt. Het zijn echt Play-Doh kinderen. Jee. En ik hoor Joost niet meer. Hoor je me nog? Ik was een beetje stil, jongens. Ik begin er echt stil te raken. Ik begin denk, ja, ik weet niet. Misschien word ik moe of zo. Ik weet niet. Ja, meestal rond deze tijd zit ik niet meer te livestreamen, dus. Nee, meestal rond deze tijd dan stop ik met computeren, dus ja. Ja. Dan zitten Joost en ik altijd nog een beetje de dag na te bespreken. Ja. Hallo. We zitten eigenlijk wel. Ik ben live, mama. Rond deze tijd zaten we echt in een serieus gesprek, weet je nog? Nou jongens, wacht. Wel even een overlay shot, hè. Hoe we gelukkig nieuwe jaar wensen. Nou, jongens, jullie mogen het prachtig zien.
Nou jongens, bij deze ga ik live mama een kus geven. Dag jongens, nou, voor de prachtig, hè? En tot morgen. Ja, tot morgen. Houdoe. Nou jongens, dit was live een kus met mama. Daar staat er scène. Oh wacht. Zo. Nou, dit was leuk, hè? Dit was prachtig, toch? Oh wacht, jij hebt het niet gezien. Jawel, ik heb het wel gezien. Ik kijk de livestream toch? Oh, oké. Okay. Ik heb een beetje. Ja. Zij zien het nu. Snap je? Ja, ik kan snappen. Oké, is dit een leuke edit, jongens? Oh, schattig met je moeder. Ja. Oh ja, ik zie het. Jullie zien dat rond deze tijd, ja, dat ja, is zo nu, lang zeggen, maar dat... Wij, voor ons is dit echt live, maar voor jullie loopt het een paar seconden achter. Yup. Daar kunnen we niks aan doen, helaas. Ik kan wel even kijken hoeveel vertraging het... Of wacht, dat kan ik denk... Dat kan dat ik zie niet. Nee, maar... Maar joh, rond deze tijd hadden we gisteren echt een heel leuk gesprek, weet je nog? Ja. Nee, maar echt een goed gesprek, vond ik. Ja, dat klopt. Het was echt een leuk gesprek, vond ik. Ja. En toen moest je weg. Ja, inderdaad. Ik en Jasper hebben altijd echt heel leuke gesprekken, even voor duidelijkheid. Nee, maar echt. En soms hele serieuze gesprekken. Maar soms ook echt leuke, grappige. Ja, inderdaad. En Joost komt nu met verhalen aantrekken en ik ook, dat we denken, hoe komen we erop? Wat voor leven hebben yep. wij? Ja, daarom zijn we ook denk ik vrienden, want... Ja, het klikt ook gewoon echt meteen bij mij en Jasper, echt. Nou, maar echt meteen, hè? Dat is echt dat kaboom! Ja, echt gewoon, ja. Eigenlijk zijn wij nu echt bij bellen bijna elke dag. Ja, inderdaad. Ja, wij bellen gewoon elke dag. Yup. Nou ja. Vla. La 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 la. Oké, wat doe ik? Oké, is dit een leuke edit, jongens? Heb ik eigenlijk nog kijkers? Ze zijn een beetje stil in de chat. Ja, ik heb nog kijkers. Volgens mij. Of niet? Wacht. Ah, zit ze weer die dingen naartoe. Oh wacht, ik kan het zo ook zien. Hier heb ik helemaal niet over nagedacht. Oh my god. We hebben nu volgens mij... Oh ja, we hebben nu 3 kijkers. Zoe, hey, ik ken jou van je superleuke fanaccount. Nou, heel lief, hallo, gezellig dat je er ook bij bent. Wie heb je het, over mij of over Joost? Zoe heet ze. Zoe's leven is de YouTube kanaal. Hallo, heel gezellig dat je er bent. Ik ben vandaag edits aan het maken. Wat vinden jullie van deze edit? Moet ik hem online zetten? Of moet ik er nog iets bij zetten of zo? Even, ja. Even dat was al heel erg niet hoor, Joost. Ja. Ik denk dat ik er nog iets van gelukkig nieuwjaar bij moet zetten of zo, jongens. Ik weet niet. Wacht. Openen. Ik heb hier een mampie met foto-effecten. Kijk, ik heb allemaal mapjes. Heel veel mapjes. Mapjes en nog eens mapjes. Waar staat dan? Foto. Leuk! Amen. Am 1. AM 1. Huh? Huh? Ik snap het niet. Huh? Am 1. Punt, punt, punt. Huh? Wat bedoel je? Lief schat, wat bedoel je? Ik kan niet weten. Wat bedoel je, Ember? Of Amber? Of Metal Bear? Zo kan ik het ook zeggen. Of, wat was het? Hoi, ik ben Jasper en ik woon in de flat. Samen met mijn vriendje heb ik heel veel pret. Ik ben Abi. Abi. Prachtig. Zo moet je binnenkomst, hè? Ja, fantastisch. Oké. Zoekie, waar ken je ons? Van wie ken je hem? Ken je Joost of ken je mij? Ja, wie kennen jullie? Waar staat die foto? Welke foto zocht ik? Oh ja, deze zocht ik. Kijk. Ik wens jullie gelukkig allemaal nieuw glitter. Gelukkig nieuw glittering. Ja, ik heb het ook gezien. Heel lief. Nou, dan wens ik jullie een glitterjaar. Ja. Een glitter, ja. Een jaar vol glitters die niet worden afgeschaft. Echt serieus, nee, hè? Nee, en de broodjes kebab ook niet. Ja, die broodjes kebab, die boeien mij niks. Ja, maar...
Ik lust geen broodje kebab. Doe die panda. Oh my god. Ja, dat is ook wel leuk. Alleen, ik weet niet of het erbij past, een panda. Aan de ene kant. Ik kan wel in de beschrijving een panda zetten. Ja, dat ga ik doen. Als ik eraan denk. Want ik plaats hem later, want dat moet via mijn telefoon. Vinden jullie de edit leuk? Ik vind hem wel leuk hoor. Wacht, ik zet trouwens even mijn camera op buiten. Oh my god. Ik zie weer prachtig buiten dingen. Jee, wat mooi. Ja? Ja, daar. Nou, wat gaan we nog meer doen? Ja, we moeten nog de Sims doen. En dan hebben we volgens... Ja, het Late Hotel valt af. En dan hebben we volgens mij alles gedaan. Dus we kunnen... Dan hebben we nog een vol uurtje zo meteen. Ja, maar we kunnen nog een edit... We gaan denk ik nog een edit maken gewoon. Ja, een edit was niet de afspraak, hè, Joost? Nee. Wat vinden jullie van deze edit? Is die leuk? We gaan gewoon even nieuw... Oh ja, echt wel, Katie, gefeliciteerd met je 200 volgers. Met wat? Met 200 volgers. Oh, heeft hij 200 volgers? Ik dacht altijd dat hij er veel meer had. Ja, ik weet ook niet waarop. Zo. Oh, oké. Okay. Oh, jij leest gewoon WhatsApp onder het streamen. Ja. Asociaal, dit kan echt niet. Oké, okay, nu gaan we een glitterfoto maken op mijn glitterachtergrond. Want, oh my god, ik hou van glitters. Joost, ga hem nog aan. Huh? Ga jij nog aan hem? Wat doen? Jongens, ga je hem nog aandoen? Huh? Ik snap het niet. Wat ga ik nog aandoen? Animo Hotel misschien? Ja, dan weet ik niet wat dat is. Volgens mij heette dat anders. Ja, dat heette Late Hotel. Huh? Hoe kon ik dan op Animo? Wacht, stuur het anders even op WhatsApp. Ik open even. Oh, wacht. Nee, gaat fout. Eerst even wisselen van scène. Ik ga even kijken hoor. Stuur het maar even op WhatsApp wat je bedoelt. Dan hoeft het niet met puntjes lang. Ik denk dat het een verrassing is of zo, wat ik had gezegd, maar ik weet het niet meer. Denk ik, of zoiets. Ik weet niet. Misschien heb ik iets speciaals gezegd hier dat ik in de stream ging doen, dus ja. Dan moet even op WhatsApp. Oh, je naam zeggen! Je naam zeggen? Heet jij hem nog? Amber heet ze toch? Ja, maar... Ga je nog Amber een cadeautje geven? Misschien dat? Oh. Nee, ze heeft het... Hè? Ik weet het niet! Hè? Oké. Ik ga aan Olieboy, ik kom zo alweer terug. Ja, maar we gaan weer even verder met de edit. Ja. Wat bedoel je? Stuur het maar gewoon zo in de chat. Ik weet het echt niet. Ik kom zo terug, tot zo. Oké, tot zo, Steven Blus. Huh? Jongens, mijn scherm... Oh, mijn scherm ging ineens even uit. Rip. Oké, jongens, wat moet ik voor edit maken? Laat even achter wat voor leuke edit ik moet maken van Rup Mas. Dus ja... Laat het gewoon even achter, want... Jee, feestje. Er is al 3 uur in totaal naar mij gekeken. Holy glitter. Ik heb nu 5 kijkers. Holy glitter. Jee. Cool. Oké, maar ja. Laat het gewoon even achter. Woe. Huh, is hij ook... Oké. Het klopt wel. Ik dacht even dat mijn stream... geen 720p was. Dus ja. Dat zou een beetje fout gaan, want ja... Zou drama zijn, Rip. Maar ik weet echt niet wat je bedoelt, Amber. Sorry, heel zielig. Ik weet echt niet wat je bedoelt. Maar jongens, weten jullie iets waar ik moet editen? Want ik heb geen inspiratie, Rip. Huh, wat? Oh, wacht. Deelnemers. Oh, er zijn maar... Alleen jij bent nog Amber in de chat. Volgens mij de rest is weg. Waarom staat er dan dat ik 5 kijkers heb? Ik snap het niet. Help.
Nou ja. Ik snap echt niet wat je bedoelt. Help. Huh? Oh my god, ik krijg nu een melding dat ik live was. Als je zou moeten kiezen, wie kies je dan? Rutger of Thomas? Ja. Als ik moet kiezen... Ik kan echt niet kiezen. Ja, sorry. Ik kan niet kiezen tussen hun twee. Echt niet. Hallo, ik ben Eet Brood met Pom. En ik kijk de live. Nou, heel leuk. Dat liedje over... Oh, oh my god. Hoe kon ik dat zijn vergeten? I'm a potato. I'm a potato. Zegt ze. Ja! Dat bedoel ze! Dat is een liedje tussen ons twee. Wacht. Zal ik het risico nemen om hem aan te zetten? Ik weet niet. Van nee, maar even niet. Want ik denk... Je wou deze livestream, dan mag ik ook schelden, vind ik. Nee, dat is het zeg maar niet. Dat is het niet, maar als ik die zeg maar aanzet... Het is geen raar lied of zo, maar daar kan copyright op zitten. Ja, dat bedoel ik, maar dan kan ik net zo goed toch ook schelden wat ik wil. Ja, maar ik weet niet of er copyright op zit. Ga dan eerst kijken voor het... Ja, dat kun je niet zien. Ga het uitzoeken nu. Jongens, ik ga het wel... Ik ga nee, we gaan gewoon verder met photoshoppen. Sorry. We gaan Rutger en Thomas op een aardappel zetten. Nee, dan op Tony Chocoloni. Nee, nee, nee. Op een vuurpijl, dat is veel origineler. Ja, maar dat... Ik heb al net een nieuwjaars-edit gemaakt. Ik wil er nog ga je een, deze livestream ook delen? Ja, deze livestream komt later ook terug op YouTube. Als Jasper het niet verpest. Nou, misschien komt het wel weer door iemand anders. Ja, ik ken ons echt. Wij moeten gewoon nooit live samen gaan. Dat gaat echt fout. Daar heb je niks in te willen, dat gebeurt gewoon. Ja, klopt. Okay. Je had ook gewoon nee kunnen zeggen tegen mij. Ja, dat klopt. Potato PNG. Oh, het is jongens. Ja? Nog maar een uur. Nog maar een uur. Nee, 2 uur. Ik wou wel zeggen. Zo van, huh? Okay, een goede aardappel. Is dit een WhatsApp? Dit is volgens mij de WhatsApp emoticon. Oh my god. We moeten een goede aardappel. Waar kunnen we het... Is dit die van dat lied? Ik twijfel. Nee. Ofwel. Ik weet het niet. Die potato is echt cute. We moeten een goede aardappel. Oké, Jasper. Kun jij ook zoeken naar aardappelfoto's? Iemand anders zit op mijn account. Hoe bedoel je? Nou, in de chat. Ben je dat niet gewoon zelf? Nee, want wie schrijft je nou hallo? Jij. Ja, maar ik doe het toch niet zelf? Waarom niet? Omdat ik het niet zelf ben dit keer eens een keer. Maar hoe kan dat? Jasper is een baas. Jup, Jasper is een baas. Hoe is Jasper een baas? Alleen soms al verpest hij mijn livestreams door allemaal dingen te zeggen die echt niet kunnen. Bedoel je? Oké, zeg maar. Je staat op mute trouwens, even voor duidelijkheid. Oké, ik ga je nu weer van mute afhalen. Nee. Kan je van mute af? Oké. Jasper is even naar de wc, kijkers. Hij staat van mute af. Jee. Mag ik nu niet meer zeggen? Nee. Ik ga op de wc even de stream kijken. Komt goed. Oké. Fantastisch. Kinderen, ik zweer. Oké, jongens. Dit is wel een goede foto, denk ik. Ik ga hem even opslaan. I'm a potato. Heb ik aanstaan? Kun je volgens mij kun je aanzetten dat iets altijd in de voorgrond blijft of zo bij opnameprogramma. Want op een of andere manier staat hij altijd vooraan. Hij gaat niet weg, zeg maar. Dat is heel raar. Verkeerde mapje. Of wacht. Zo. Dan hier. Woep. Oh god, ik klik per ongeluk de streamchat weg. Oh, gaat fout. Jongens, ik klik per ongeluk heel de stream weg.
We zijn nog wel live trouwens, disclaimer. Maar ik klik de stream zelf weg. Oké, video bewerken. Live control room. En dan als het goed is, is alles weer terug. Ja, alles staat er weer. Ik moet gaan. Het was leuk, zolang het was nog. Even fijne jaarwisseling. Dadelijk tot de volgende keer. Doei, stay fabulous. Oké, zo. Nou, doei. Oké, dan gaan we nu. Ik hoor vuurwerk volgens mij bij Jasper. Gaan we Rutger, Thomas, Denise en Richard op een aardappel zetten, oké? Goed plan. Foto-effecten. Hier staat ergens de aardappel tussen. Oké, potato. I'm a potato. I'm not a carrot. Oh my god, dit is echt een mooie kwaliteitsafbeelding. En dan, dat bedoel ik trouwens niet sarcastisch, even voor de duidelijkheid. Hij is echt heel veel pixels, zeg maar. Zo. Zo. Oké, en dan doen we deze. Ctrl-C. Ctrl-V. Of wat? Dit moeten we even kopiëren. Oh god. Het gaat helemaal fout. Wat doe ik? Ik kan echt niet. Ik kan dit niet, jongens. Ah, huh? Waarom doet hij het niet? Oh, oké. Ctrl-C. Ctrl-V. Zo. Oké, ik moet ze iets klein zetten. Oh god, ik ben mijn Skype op niet storen vergeten te zetten. Gaat fout. Niet storen. Zo. Ah ja. Oké. Oh, wat doe ik? Ik voel me nog steeds niet lekker. Oh, heel zielig. Komt goed. Ik hoop dat je snel beter bent, schat. Oké. Kom, doe het stream. Ja, oké. Nou, dan zetten we deze iets kleiner. Zo. Ja. Oké, en dan deze. Zetten we zo neer. Oké, ja. En dan gaan we nu de rest erop zetten. Yeah. Oké. Openen. Ik heb hier het mapje van Rupmas. Rupmas. Waar blijft Jasper toch? Zou die al terug zijn? Wacht. Nee, hij is nog niet terug. Wat maak je? Ik ga een foto maken van Rutger, Thomas, Denise en Richard. Allemaal op een aardappel. Hi, ik was vorig jaar ook ziek met oud en nieuw. Nou, heel zielig. Germ, komt goed. Gelukkig dit jaar niet. En dan hoop ik dat jij Amber of Ember of hoe je het ook wil noemen. Dat jij volgend jaar niet ziek bent met oud en nieuw. Maar ja... Ik ben ook een beetje verkouden en al. Ik weet niet. Ik ben zeg maar net niet ziek, maar wel niet helemaal 100% zeg maar. Ik dacht ook de eerste instantie dat ik echt ziek zou zijn met oud en nieuw. Maar gelukkig ben ik dat net niet zeg maar. Maar echt lekker ben ik niet zeg maar. Rutger en Thomas en Denise en die andere gasten. Aardappel. Richard. Yep. Hoe kun je Richard zijn naam niet weten? Nee, grapje, maakt niet uit. Als je niet super trouwe kijker bent, dan weet je dat niet, zeg maar. Jullie kennen heel veel, niet Rutger, Thomas en Denise kennen heel veel, maar Richard is ook geen YouTuber. Wauw, en die andere gast die heb. Maar ja, hij is ook geen YouTuber, dus heel veel kennen die niet. Heel veel weten ook niet dat hij erbij hoort, want kun je eigenlijk vrijwel alleen maar van de Waris Richard video's kennen en van de Virtual Live shows, dus... Ja, maakt niet uit.
Maar ik zoek een foto van Richard. Ik heb wel een foto van Richard. Maar daar zijn bijna geen foto's van. Wacht. Wacht. Volgens mij had ik de vorige keer trouwens van de meeting een foto van Richard gedaan. Volgens mij had ik dat toen zo gedaan. Dus dan moet ik even... Zo, ja. Oké. Moet ik zeggen wat ik heb? Mag. Ik vind het goed. Zo. Oké. En dan deze. Dit weg. Oké, Ctrl Z. Zo. I'm a potato. I'm not a carrot. Oh god, gaat fout. Zo, oh. Wordt allemaal vuurwerk afgestoken. Of wacht. Zo, en dan. Oh. Oké, deze doen we dan Ctrl C. Oh. En dan delete. Dan haja. En we hebben Richard zijn hoofd. En die gaan we dan zo toepassen. Hey Jasper. Zo, dat was een mooi potje. Oh god, moest je dat nou echt zeggen in de livestream? Oh, zijn we nog live? Ja! Ik dacht dat je me op mute had gezet, Bobby. Nee, niet meer. Kak, sorry. Ja, dat heb ik net gedaan, kak. Jasper, hou op. Het was netjes, dat was voor kinderen bewust, hoor. Ja. Ik kan ook beginnen over hele andere dingen. Jasper, hou alsjeblieft op. Hoe zit de Klaas natuurlijk? Ja, Sinterklaas is onze beste vriend. I'm a potato. I'm not a carrot. But I'm a potato. I'm a potato. I'm a potato. Oké, mooi, hè? Ik was aan het eind toen ik schrok van het vuurwerk en toen ging ik te snel eten. Ik verslikte in mijn eten. Oh, dat is echt heel naar, Rip. Dat is echt, ja. Dat is echt heel naar. Oké, Ja, dat is gewoon kort samengevat, dat is zo'n kut. Jasper, ik schelp... Rip mijn advertenties gewoon. Dat doe je net zoals Enzo Knol, dat eruit fluiten. Ja. Ja, maar dat kan niet live, lieve schat. Oké, prachtig. Kan trouwens wel op Instagram als je live bent. Heb ik gezien. Wat zei je? Ik moet helaas gaan. Nee, serieus? Ja. Waarom? Ja, ik kan helaas daar niks over zeggen, sorry. Oké. Okay. Doei, Stefurbles. Stefurbles. Oké, dat is pech. Jasper weg. Hij gaat niet. Oh, wacht. Hij zet me denk ik op de wacht. Oké, ik hang wel even op, Jasper. Ik weet niet of je me nog hoort, maar dan horen we gedoe. Ja, ik hoor je nog. Was er gewoon nog, okay. Hoor. Was gewoon grappen met je aan het huis aan. Oh, ik wou zeggen, anders hang ik even op, want anders horen de kijkers ruis. Grip. Nee, want dan horen ze niks, want ik heb hem uitgezet, Tommy. Ja, maar dat is Skype, zeg maar. Als je je microfoon op mute hebt staan bij Skype, dan horen de kijkers dan nog steeds ik, ruis. Dan blijf ik. Dus ja, stomme Skype, hè? Ja, maar dan blijf ik wel weer. Ja. Jee. Oké, ik moet even een foto van Denise, jongens. Ik kan van iedereen foto's vinden, behalve van Denise. Oh my god, kan dit? Wow. Wow, kan dit? Oh, maar ik heb een nieuwe sneltoets ontdekt. Oeps. Cool. Zo. Waar staat die Denise? Ik heb een foto van Denise.
Oh, ik zag hem. Ah, ik heb de niche gevonden. Ik heb de niche gevonden. Ik heb de niche gevonden. Oh god. Wacht, Ctrl-Shift-I. Dan doe ik hem eerst naar 4 plakken. Dan kan het makkelijker. Zo. Dat vergeet ik soms, want hier bij die andere laag kan ik de achtergrond niet weghalen. Jasper, kun je alsjeblieft die muziek uitzetten, want anders kan het copyright zijn. Ja, heb ik uitgezet. Oké. Okay. Waarom was je die... Ach, dat copyright, dat deed ik wel zeker wat ik net aan had. Oké, okay. Nou dan maar hopen dat het goed afloopt. Waarom deed je dat? Ik ben niet bewust, Joost. Ik ben eigenlijk net al half... Was het? Ja, dat was... Jasper, zet uit! Straks dan wordt mijn livestream verwijderd. Jongens, Jasper, moeten we ophangen? Zou dat misschien beter zijn? Nee, dit ging heel onbewust. Ja. Ik kan het niet zien. Wat ik je blijf 12 uur binnen. No. Ja, dat snap ik. Maar ja. Ik denk dat het beter dat ik weg ga misschien zo meteen. Ja, misschien ook. Misschien moet ik gewoon een andere keer live gaan. Want het is zo sunt als ik mijn livestream moet verwijderen. Of dat die wordt verwijderd door bijvoorbeeld copyright. Of ja. Of nee, doordat... ik zal het geen copyright meer komen, Joost. Ja, dan andere dingen. Ik ken jou. Die andere dingen boeien geen zak. Ja. Maar ja. Je snapt me. Ik ga een spelletje spelen. En dan ga jij een heel leuk verhaal vertellen, Joost. Ga ik een spelletje spelen, ja. Heel rustig. Oké, okay. Maar je gaat niet praten over het spelletje, hè? Dan word ik boos. Het is wel een heel lastig spelletje om daar niet over te praten. Laten we het hebben, houden. Ga je FIFA spelen of zoiets? Nee. Hoe gaat het toch? Wauw, dat vuur ik echt mooi. Jee, oeps. Ik klik per ongeluk deze aan. Dat was brons. Cool. Nu ga ik weer stoppen. Hey, ik krijg even mijn geluid uit, want dat is ook copyright, serieus. Okay. Zelfs het gejuich van deze game is copyright, hè, hier. Oh, rip. Bizar, hè? Yup. Oei, voorbijgespeeld. Dat is eigenlijk best wel dom van die game. Nee, want ze hebben het zelf gemaakt, dus dat is wel slim. Ja, dat klopt. Maar dan kunnen ze geen advertenties verdienen aan YouTubers. Oh jawel, ja, nee, dat gaat anders bij deze. Hoe dan? Ja, ik zal je... Oh, wacht, ik snap het al. Dat ze zeg maar een nut inkomen krijgen. Ja. Ja, dat ken ik. Maar dan nog, dan heb je misschien YouTubers die daardoor niet gaan spelen. Hey. Oh jawel, maar je snapt, ze krijgen zelf natuurlijk ook een deel, hè. Ja, maar dat kan niet bij copyright, lief schat. Nee, jij snapt het niet. Ze worden toch betaald voor het bedrijf om dit te spelen? Ja, maar niet altijd. Hey Joost. Wel. Ik heb Ben Rupmas fanaccount. Oh my god, hallo. Hey schat. Ben je aan het editen? Ja, ik ben aan het editen. Ik ben live aan het editen. Wie? Ik weet zo gauw niet hoe je heet. Maar ken je Rupmas fanaccount? Met een T zeg maar in plaats van... Zeg maar waar het wel goed is geschreven. Laten we het zo zeggen. Waar het niet net zoals mijn fout is geschreven. Want ja, ik faalde in het schrijven. Rip mij. Maar gezellig dat je er ook bij bent, schat. Heel gezellig. Nee, hij tackelde mij. Oh my god. Rip. Ja, ik wil geen vuurwerk meer zien. Jup, ik snap je. Dan moet je straks om 11:55 stoppen met kijken. Want dan ga ik zeg maar... Dan komt een video en daarna dan ben ik buiten. Jee, dan moet ik dadelijk nog een camera beneden opstellen. Dat moet ik allemaal binnen die 5 minuten doen. Ik moet gauw mijn camera van boven naar beneden verplaatsen. Dan moet ik mijn andere camera moet filmen. En dan moet ik buiten zijn, allemaal binnen 5 minuten. En ik moet nog iemand die thuis is gelukkig nieuwjaar wensen. Dus ja, dat wordt nog wat. Joost. Wat zei je? Je moet je gelukkig nieuwjaar wensen. Wat zei je? Je moet je gelukkig nieuwjaar wensen. Peter. Oh, Peter, gezellig. Ja. Dus, ja.
dan moet ik dat nog helemaal doen. En dat allemaal binnen een paar minuten. Zelfs nog minder dan 5 minuten heb ik ervoor. Ik zeg wel 5 minuten, maar het is... Ga je kort stoppen? Ja, maar weet je wat het is? Ik ga zeg maar... ik blijf zeg maar wel live. Ja, I know. En ik kan zeg maar niet via boven... kan ik niet van video's laten afspelen, zeg maar. Dus ik verwissel van scène met een video die afspeelt. En zodra die video klaar is met afspelen... dan zien ze zeg maar, ja. Kan je niet ook gewoon muziek opzetten? Ja, dat kan wel, maar dan moet ik later weer naar boven om die andere scène aan te zetten. Dan doe je dat toch? Ja, maar dat is niet handig. Ja, want dan heb je al meer tijd doen. Ja, maar dan moet ik nog zeg maar meerdere keren op en neer naar beneden uiteindelijk binnen een bepaalde tijd. Wat zei je? Ben je toch lui of zo? Nee, dan moet ik nog alsnog zeg maar binnen een bepaalde tijd binnen en naar buiten gaan. Dan heb ik nog maar een korte tijd. En anders moet ik ook de scène helemaal aanpassen. Wat ga je buiten doen, Joost? Ja, vuurwerk filmen. Om 12 uur probeer ik een edit te posten op Insta, Joost, dus happy. Joost is bang voor vuurwerk, ik snap. Oké, jee. Wat zei je? Joost, ben je bang voor vuurwerk? Soms een beetje. Illegaal vuurwerk wel, zeg maar. Dus dat gaat nog wel worden. Ik ga waarschijnlijk echt, op sommige momenten ga je mijn selfie-camera zien. En ik ga een camera binnen neerzetten, zeg maar. Ja, dus die filmt mij van binnenuit naar buiten. Dus waarschijnlijk gaat dat echt nog wel worden. En ja, ik kan dus ook zeg maar op mijn telefoon. Zoals je... Ik kan het wel even laten. Kijk Joost, ik ben prachtig, nu rustig. Trouwens... Ja, je bent rustig. Ja, heel trots. Maar ja. Zelfs als je een klein kind een snoepje geeft. Yep. Inderdaad. Hé, het is 22:22. De laatste keer van 2017. De laatste... Dat plaatst de Nies altijd, hè. De Nies die post altijd 22:22. Die echt super vaak. Dan posten ze zo op Twitter 22:22. Op die tijd. Je zit bijna nooit meer op Twitter, maar oké. Ja, maar ik zie het wel voorbij komen. Ik heb zeg maar meldingen aanstaan. Maar op een of andere manier klik ik het zo goed als nooit meer aan. Maar ik krijg wel meldingen ervan. Dus ja. Bij ons wordt het erger nu, Iep. Ik snap je. Ja, bij ons wordt ook al iets meer vuurwerk afgestoken. Maar nou, bij ons gaat straks alles los hier, maar... Ja, bij ons ook. Maar bij ons, ik denk dat bij jou vooral zwaar knalvuurwerk is, of niet? Nee, zwaar heel positief, denk ik hoor. Ja, bij ons is dat ook. Maar wij wonen in een best wel rijk dorp, zeg maar. Bij... Ja, wij ook. Dat dacht ik dus ook even. Rotterdam. In mijn huizen. Jij zei vorige keer toch iets over onze huizen? Hoe bedoel je? Nou, jij zei vorige keer toen ik ging FaceTime met je, toen vond je die huizen zo mooi. Welke? Waar ik woon. Oh, dat weet ik al niet meer. Nou, toen zei je, dat zijn wel mooie dure huizen, denk ik. Toen zei ik, ja, dat is zeker wel wat. Ja, dat klopt. Maar bij ons in het dorp, zeg maar, zitten alleen maar villa's, zo wat. Wij zijn een van de enige... Ze zijn ook alleen er zijn, zeg maar, twee wijken met rijtjeshuizen, zo ongeveer. En in één daarvan wonen wij en verder bijna alleen maar villa's. Ik wilde net iets aansteken en toen kwamen we achter dat ik eraan moest trekken. Wauw, heel dom. Ja, zou ook echt typisch iets voor mij zijn, gewoon. Ik zou echt serieus zijn. Yep. Echt een typisch echt. Joost. Ja, inderdaad. Maar Joost, ik zie dan Joost ook zo staan, hè? Ja. Je ziet Joost, ja, je ziet mij niet, maar ik zie dan Joost echt zo staan. Wacht, ik kan wel even fixen dat ze mij zien. Ja, mij zien. Hoe kan ik dat? Wacht. Dan moet ik even eerst fixen. Van scène verwisselen. Ja, dat je jouw Skype-naam niet zien. Oh ja, ik ben steeds aan het voetballen. Dat was ik even vergeten. Oké. Okay. Echt, ik ga je echt slaan, hè. Niet jou. Oh. Oké, ze zien jou nu. Nou, ik ga je laten zien hoe Joost dan de vuurwerkje afsteekt. Dit is dan dat ding, het stukje waar je aan moet trekken. Ja. En dat doet hij zo. Jongens, hij gaat niet aan. Psst. Ja, inderdaad. Pieter, hij gaat niet aan. Psst. Oh, dat is toch een trekding. Ja, inderdaad. Zo gaat dat bij mij. En nu ga ik nog een beetje spelen. Oh ja, hoi, ik ben Jasper, heel knap. Ja, Jasper die zit zeg maar... Ja,
Die is gewoon, die wou per se meestreamen, maar hij is gewoon niet actief op de stream, zeg maar. Jawel, ik ben of actief, maar dat is niet actief, dat is niet een leuke activiteit. Ja. In dat soort, in die kring mag ik even niet zijn, want jij bent niet bezig dit keer. Ja, dat klopt. Jongens, er is een stream, maar die is offline, man. Ja, ik ga het er niet over hebben, anders wordt het. Zijn discriminerend, laten we het helpen. Zeg maar, als wij... En daar ben ik ook heel bang voor. Daarom zeg ik soms ook, Jasper, stop. Omdat ik daar bang voor ben dat het dan die kant op gaat, zeg maar. En... Nee, ik ga niet die kant op vandaag. Ja, dat klopt, maar daar ben ik op sommige momenten bang voor. Dus dan zeg ik ook kijkers zo van, Jasper, stop. Als ik zeg maar denk dat het weer die kant op gaat, want... Ja, maar het ligt ook soms aan jezelf, hoor Joost. Ja, het ligt ook soms aan mezelf, maar... Je steekt soms het vuurtje aan. Wij steken elkaar aan, zeg maar. Als ik het probeer, dan doet hij het wel. Ja. Maar ik ga ze even opslaan. Kijk trouwens, ik heb wel leuke edits. Ik zou nog wel laten zien. Die ik ook heb gemaakt. Oh ja, hallo, wie kijkt hier allemaal? Ik heb helemaal daar niet meer op gelet, sorry. Ja, weet ik ook niet. De chat is een beetje dood. Oh, wat dood. Oh, ik heb gewoon een deel niet gelezen. Ik hoorde net een mega knal, kreeg je echt een hartaanval. Oh my god, bij ons vanaf 10 in de vroegste, als met vuurwerk. Jup, ik snap het. Aardappel. Edit. Ik ga ze even opslaan. En dan gaan we over naar de Sims. Oh, hebben jullie er al zin in? We gaan daar ook de Sims spelen. Ik moet trouwens nog steeds jullie maken, echt voor een rip. Misschien, ik weet niet of dat kan. Zou je nieuwjaar kunnen vieren in Sims? Zou je vuurwerk kunnen afsteken? Nee. Volgens mij kon dat wel mijn uitbreidingsset, dacht ik een keer ergens te hebben gezien, maar ik weet het niet. Je hebt alle uitbreidingspakketten. Ja, bijna wel. Alle duurste heb ik. Ik heb alleen een paar tienen. Dan kan je bij Joost doneren, want dan kan je geld doneren bij hem. Weet je waarom? Hij wil Truck Simulator hebben. Ja, ja. Weet je dat? Ja, misschien kunnen jullie beter niet doneren, zeg maar. Ik weet niet of jullie Trekker Vlogger Rupmer kennen. Of nee Trekker Spotter Rupmer. Hey, zullen we het live kijken? Nee, jou zit copyright bij. Nee, daar zit daar niet bij. Dat is het leuke. Dat is kut. Ik ga ervoor dat copyright op zit straks. Metalbeer, eergisteren was het al vuurwerk. Ja, als je in de stad woont, dan is dat bij ons. Gisteren, weet ik niet. Maar, dat denk ik gewoon dat ze dan in de stad woont. Ja. Direct als er veel vuurwerk is, dan niet in de stad. Ja, maar dat is meestal wel. Ja, maar jij denkt dat altijd. Nee. Oké, maar ik ga de Sims opstarten. Dan gaan we even over. Ik kies elke keer die eronder. Echt. Ik ben onhandig. Zo. En de edits die ga ik vanavond bij het pakket Stedelijk Leven. Dan moet je bij een kraampje het kopen op de markt. Oh my god, kan dat? Die uitbreidingsset heb ik wel. Oké, maar ik ga eerst even de Sims opstarten. Try it not home. Yep. En wat ga je eigenlijk doen? Draadjes opeten. Oh, oké. Ik heb toen een keer stroom gehad. Oh ja, jongens. Even voor duidelijkheid. Ik denk dat jullie het wel weten, maar Joost kan het overhouden. Ja, echt. Maar ik ben gestopt daarmee, hè? Ja, nu gaat het. Ik heb echt al dagen op bijna niks meer gekauwd. Nee, omdat alles weg is. Ja, dat klopt eigenlijk wel. Er waren gewoon een paar dingen die kou aantrekkelijk waren. Maar mama die heeft een tijd geleden zo ook een bad eens echt in... Misschien wel 50 stukjes zonder te overdrijven. Ik weet wat aan ik jou heen ga geven, een badeend. Ja, maar ik heb nog meerdere badeenden, hè? Ja, je gaat er maar geen regen. Ik krijg er nog een van mij. Maar die badeenden zijn niet aantrekkelijk. Welke kleur was die? Deze badeend was roze, maar die kwam ook van de Tilburgse kermis, dus ja. Ik ga ervoor zorgen dat ik eentje van de Tilburgse kermis krijg voor nu. En die kwam van Roze Maandag, dus ja. Dat is wel heel... Ik eentje voor maandag al. Oh my god. Maar, lief schat, sinds wanneer ben jij homo? Ja, ik mag toch gewoon komen op roze maandag? Nee, dat mag niet.
Grapje. Ik ben een keer op tv geweest met Roze Maandag. Gaat hij weer stoer doen hoor. Ja. Ik zat zo. Ik zat echt zo. Wacht, zou ik het stukje zo laten zien? Nou, alsjeblieft niet. We gaan drukker kijken. We gaan alles doen hier. Ja. Ja. Ik weet niet. Verder. Driver! Wacht, nu komt hij. 5 euro op je mailgauw. Ja. Het Sims is trouwens opgezakt, dus we gaan nu even naar de Sims overlay. Oké. Nou, zoals jullie zien, we zijn bij de Sims. En weet je wat mij trouwens nog opvalt? Het is nog maar 1,5 uur. Nog minder zelfs. En dan is het... Nieuwjaar. Oh my god. Cool hè, Jasper. Ja. Heb je zin in? Oh, ik denk ik hoor geen Sims geluid, maar dat heb ik net uitgezet. Oh god, ik moet even wat dingen uit. Mijn CPU wordt echt heel hoog. Help. Ik heb echt heel veel programma's openstaan op mijn computer op het moment. Dat is je eigen schuld, toch niet? Ja, maar heel veel programma's, zeg maar, doordat de livestream zo uitgebreid is, heb ik ook heel veel programma's nodig die gewoon open moeten staan, zeg maar. Skere Duitsers. Wat? Deze voetbalclub heeft er eens geen Insta. Oh, stom. Huh? Oh god, nee. Jongens, nee. Oh, mijn computer bleef heel kort hangen. Ik krijg hem net als vorige keer. Nee, 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 dit gaat niet gebeuren. Nee, hij... Ja, Joost? Hij doet heel naar. Oké, hij doet het goed. Ja. Yeah. Joost, doe Q&A. Ja, lief schat, ik heb wel de Q&A gedaan, maar... Hij komt zeg maar, de stream komt ook later zo online, dus dan kun je dan terugkijken. Maar de Q&A... Ja, als je vragen hebt, kun je hem wel even Ja, als je vragen hebt, laat het dan gewoon even zo achter in de chat. En dan beantwoorden we hem sowieso. Ik zal hem maar... beantwoorden. Wow, doe normaal Jasper. En wat deed je ook alweer? Ik weet het al niet meer. Je deed iets net, maar ik weet niet meer wat. Je zei net iets. Normaal Jasper. Ja, jij zei net iets. Maar ik weet niet meer wat. Jij zei net iets of zo. Oké, we gaan trouwens weer verder in het welbekende Sims-huishouden waar we altijd in spelen. Oké, de FPS wordt nu wel iets lager. Oh god. De FPS wordt slechter. Heb je al een blauw duimpje omhoog achtergelaten? Ja, jongen, hoeveel blauw duimpjes hebben we eigenlijk? Mag ik eerlijk zijn? 2. Maar als je refresht. Dat kan gaan. Serieus? Dan word ik verdrietig van kijkers. Doe allemaal even blauw duimpje omhoog. Yeah. Ja. Ja? Ik heb 117 abonnees. Serieus? Wacht. Het ga ik controleren hoor. Nee. Ja! Leugenaar. Liegenaar. Bewijs dat het echt. Liegenaar. Mensen, nou, dan ligt dat aan jou. Want ik heb mijn live subscribe counter, die zeg maar nog liver is als YouTube. Die, ja. Over de maar land. Is Olaf. Oh ja, je zei wat over de Duitsers, Jasper. Nee, dat was maar... Nee, dat was een keer Duitsers. Weet je wat kom, jongens? Weet je, nee, die voetbalclub heeft eens geen Insta-account. Dat kan toch echt niet? Niet zo normaal. Ja, klopt wel. Daar ben ik het wel een beetje mee eens. Kon niet, Jasper. Maar... Nee, maar dat... Ja, maar we zeggen ook altijd keren tata's. Dat mag ook niet. Dat... Ja, dat klopt. Dat kan weer wel, hè? Ja, oké. Dat mag gewoon allebei niet, eigenlijk. Joost, kijk eens naar je abonnees. De FPS wordt heel laag, jongens. Joost, kijk eens naar je abonnees. Ja, maar die staan er nu niet. Jongens. Kijk gewoon even naar je abonnees. Ja, maar dat kan ik nu niet zien. Oké, ik kijk. Oh god, Jasper, hou op.
Jasper, niet doen. Jasper, stop. Wordt te minder. Nee, maar anders crasht daar ook nog meer internet, zodat hij de hele tijd dat ding moet updaten. Ik had het afgesproken, ik maak weer een belofte. Echt. Oké, nu moet ik stoppen, jongens. Zal ik weggaan? Ja. Laat even de reacties weten in de comments. Wat zei je? Ik denk dat ik maar ga. Ja, dat is misschien serieus beter. Oké. Okay. Oh god, er staat encore overbelast. Jongens, ik weet niet of we de Sims kunnen doen. Hij is overbelast. Oh, nu niet meer. Nu weer wel. Joost, we kunnen beter maar gewoon gaan stoppen met het stream. Nee, we moeten iets anders gaan doen. Want het is alleen de Sims. Dat is gewoon een heel zwaar spel. En ik heb heel veel dingen openstaan, zeg maar. Dus hij doet het wel, alleen hij lerkt heel erg. De duidelijkheid, ik bedoel het niet beledigd over de Duitsers. Want het, als wij zeggen scheren tappen, dan vat ik dat ook niet op als... Ja, dat klopt wel. Maar dan nog, je gaat zulke opmerkingen niet meer maken, Jasper. Maar scheren tappen mag ik dus wel zeggen. Nee, dat ook niet. Dat is straattaal, Joost. Oh, oké, okay. Jongens, hij doet het volgens mij weer... Ja, oké, okay, Joost, ik ga doen. Nee! Jasper, blijf! Nee! Waarom mag ik niet weg? Oké, okay. Ga maar, Jasper. Doei, Steven. Oké, okay. Ook goed. Maar je gaat geen rare dingen zeggen. Maar ik zei namelijk geen rare dingen. Waarom mag geen rare dingen? Ja, dat klopt. Maar het, mensen kunnen het verkeerd opvatten, oké? Okay? Ja, maar dat is een nice. Nee, dat is niet hun eigen schuld. Ja, maar als andere mensen het niet zo opvatten. Ja, dan nog, Jasper. Nee, maar dat is de waarheid. Kom, Jasper, we gaan gewoon gezellig nu live zonder rare opmerkingen. Dus ook niet over... Nee. Hou alsjeblieft op. Jasper. Hoort deze niet. Ja, maar ik... Ja, straks dan zeg je... Ik ga wel weg, doei, ik kan het niet meer. Oké, doei. Even voor duidelijkheid, kijkers. Ga je echt weg? Dan snap ik het. Neem even pauze, hoor. Oké, okay, ja. Meer. Even voor duidelijkheid, jongens. Ik en Jasper kunnen soms heel middelig zijn. En Jasper die kan soms dan dingen zeggen die echt niet kunnen. Dus daarom zet hij zich... Moet jij nou zeggen? Jij zegt ook sommige die ik niet echt ja, kunnen. Ja, ik ook soms. Alleen jij steekt mij altijd aan. Dus je geeft mij nu de schuld? Nou, meestal begin jij. Vorige keer met de medige livestream, die niet online is, begon echt jij. Want ik was aan het slapen, toen zei jij zo, hey, word wakker. En toen zei je zo, Borg, wat echt niet kon. Oké. Okay. Maakt niet uit. En toen begon ik over dat andere woord. Maar we houden er nu over op, Jasper. Weet je... Ja. Hey, vuurwerk. Wacht, zie ik het op... Zie ik het op de camera? Echt niet leuk. Wat zei je? Klinkt net als bommen. Ja, klopt. Vind ik echt niet leuk. Nee, dat is het ook niet. En als je dit gaat verkeerd opvatten, jongens... Dan weet ik het. Ja, dit hoeven ze ook niet verkeerd op te vatten. Dan is het wel een ijsschuld. Maar die andere opmerkingen, die waren nog een beetje... Nee, dat ben ik niet mee eens. Ik ben nu boos. Waar ben ik dan? Ja, dat is jouw probleem. Ja. Oké, we gaan nu gewoon normaal verder met streamen. Kunnen we een leuk spelletje doen? Ja, we zitten de Sims te doen. Hij doet het weer. Oké, we gaan steen, papier, schaar doen. Steen, papier, schaar. Ik doe niet mee, Jasper. Oh. We doen de Sims. Oh. Ja. Leuk, hè? Heb je nog wat leuk is? Wat hoor ik? Ik hoorde echt iemand keihard roepen of zo. Echt heel raar. Jasper, ik hoor het dubbel. Ik hoorde de stream. Hallo, ben je er nog? Oh my god, mijn kind heeft echt een troep gemaakt, Rip. Jasper? Oh, je hebt je even opnieuw staan. Ook goed. Misschien wil die, denk ik, dingen zeggen die die niet beter kan zeggen op stream of zo. Ik weet het niet. Maar, ja.
Ik denk dat we zo zijn omdat het al zo laat is of zo. Normaal dan ben ik ook nooit zo laat achter de computer nog. Dus ja. En ik ga toch nog door tot iets voor ene. Dus ja. Yeah. Oh god, Encore is weer overbelast. Help, de Sims is echt iets te zwaar. Wacht, ik ga gewoon even de... ik ga gewoon even de instellingen iets lager zetten. Spelopties. Zo, ik heb alles weer uitgegooid. Oké. Okay. Goed zo. Allemaal hele onstomme dingen gezet, wat niet kan. Zag ik weer vuurwerk? Oh my god, ik zag weer vuurwerk. Oké, okay, jongens, ik ga even de game over. Ik ga even de game overnieuw opstarten. Please, doe een Q&A. Ja, Joost, we gaan nu een Q&A doen. Oké, okay, maar ik kan wel... Dan moet je even vragen stellen, want... We kunnen wel Q&A doen, maar we hebben al de Q&A gedaan. Dus dan moeten jullie wel even nieuwe vragen stellen. Als je ja, nieuwe... ga ik ze gewoon in de familie vragen. Ja, als je nieuwe vragen stelt in de reacties, dan beantwoorden we ze gewoon meteen. Alleen, ja... We hebben nu geen vragen, zeg maar, want... Jongen, ik heb gewoon 20.000 berichten. Want wij hebben al eerder in de stream de vraag beantwoord, dus... Als je vragen achterlaat, dan doen we Q&A, maar zonder vragen kunnen we ook geen Q&A doen, zeg maar, snap je? Wat de fuck denkt deze meid? Dus... Ik ga het nu op WhatsApp zetten. Wie wat waar? Ja, niks. Oh, oké. Okay. Zal ik jou niet vertellen. Oké. Okay. Ik snap jongens, me. Kun je ik even ik weet denk al wat het is. Kleine Q&A gisteren. Ja. Laat even vragen achter, jongens. Oh, ik begin echt moe te worden. Ja, cool. Ik hoor het even in te kappen, jongens. Ja, wij veranderen ook een beetje. Wat zei je? Oh, Risa is aan het livestreamen. Oh, oké. Okay. Cool. Jee. Dan ga ik nu zeggen dat ze onze stream moet kijken. Oké. Okay. Oh ja, ik had rust niet meer. Oké, jee. Wat ging ik ook alweer doen? Oh ja, ik ging de Sims overnieuw opstarten. Dat de kwaliteit slechter was van de Sims. Dat die niet zo lagde waarschijnlijk. Grip Sims. Oh, ik begin echt ook in te kakken, jongens. Maar ik moet hier doorheen. Ja. Yeah. Kom hier doorheen, zo. Jongens. Ja, nu merk ik hem hoor. Ja. Misschien moet ik zo even suiker erin gooien bij mezelf. Maar als jullie vragen achterlaten voor de Q&A, dan gaan we sowieso de Q&A doen. Zet mij eens heel even op mute. Gewoon even... Ja, maar... Zet gewoon even jezelf op mute, want ik... Nee, want ik moet jou wat vertellen, want de kijkers nog even niet kunnen weten, want het is een verrassing voor de kijkers. Oh, oké. Okay. Zo, je staat op mute. Oké, okay, ze horen je weer, Jasper. We hebben een verrassing besproken voor in de livestream. Echt. Ik weet niet of het een verrassing is. Ja, we gaan daar ook iets heel leuks doen. Oké, okay, volgens mij doet hij het nu beter. Ik zie nu nog 30 fps. Oh, hij moet wel laden. Joost, zet me nog één keer even op mute. Oh god. Ja, Jasper! Nog één keer, ik moet je nog één ding vertellen. Oké, okay, ja? Nee. Ja, maar dat is te veel werk. Ik ben lui. Oké, okay, alleen ik heb nu al de Sims-scène. Ja, maar dat is heel veel gedoe. Zo horen ons weer. Jasper, kijkers, Jasper die wou per se groot in beeld, maar dat kan niet, want dan moet ik heel die scène aanpassen. En we hebben nu de Sims scène en in de andere scène, dus daar neem ik gewoon de... Dat doe ik met de motivatie niet, hè? Dat doe ik altijd weer uit. Oké. Okay. Ja, maar in de Sims, zeg maar, daar neem ik alleen de Sims op, anders neem ik mijn hele scherm op. Dus dan is het alleen een kwestie van Skype erop zetten. Maar nu neemt hij alleen maar de Sims op. Nu neemt hij, zeg maar, niks anders op. Dus ja... Dan is het meer gedoe. Snap je? Oh jongens, dit was echt het domste idee ooit, kijkers, om zo live te gaan. We hadden gewoon in de middag live moeten gaan of zo.
Dat zei ik je nog. Ja. Alleen van de ene kant heeft de avond ook weer wat. Ja, knallen. Ja. Volgens mij zijn de Q&A-vragen een beetje rip. Ik weet niet of ze nog kijkt. Maar ik wil wel Q&A doen, zeg maar. We hebben geen vragen, dus help. Oh, er staat dat niemand kijkt, maar ik weet niet. Ik kijk hoor. Ja, jee. Dus dat is niet niemand. Ja. Oh ja, ik ben op jouw account, dat klopt. Wat zei je? Ik ben ingelogd op jouw account. Hoe de flipping hè, kun jij ingelogd zijn op mijn account? Ik heb al ooit die gegevens toch gegeven. Oh ja, ben jij echt ingelogd op mijn account? Cool. Ja, ik heb jou ooit beheerder gemaakt hè, en weet niet mijn wachtwoord. En die kun je ook niet veranderen. Na. Nee, dan zou ik dat kunnen, zou ik dat niet doen. Jee. Oké, we gaan spelen. Zo. Ah ja. Waarom negeert iedereen mij? Waarom negeer je me op Snapchat? Ik ben er klaar mee, sorry. Ik steek een beetje bot, maar... Ja, ik ben ook moe. Oh, maar we moeten gewoon doorzetten. Maar dit wordt een leuke stream. We gaan gewoon doorzetten. We moeten even over dat puntje heen, zeg maar. Dat we nu moe zijn. Daar gaan we overheen. En dan hebben we weer energie. Kijk hoe schattig Eva hier is, Joost. Oh my god, ik wil het zien. Prachtig. Oh ja, deze ook. Ja, ik kan niet de hele tijd jouw Skype zien. Want dan zie ik nu de screens, zeg maar. En ja, en deze ook. Ja, nu ga ik niet meer kijken, lief schat. Want ik moet alles in de gaten houden. Elke keer dan zie ik dan dingen die ik in de gaten moet houden. Eva is heel belangrijk hoor. Ja, de stream is op een moment belangrijk. Nee, dat ook weer niet. Oké, je snapt wat ik bedoel, Jasper. Ja. Jee. Halleluja. Ik denk echt dat ik hem zo smeer, sorry. Ik vind het goed. Je mag gaan. Het is misschien ook beter. Dat ik, klinkt niet stom bedoel, maar ik weet niet hoe het anders afloopt, zeg maar. Nou, heel gezellig. Ik denk dat we dan heel melig worden en ja, dan gaan we allemaal opmerkingen maken die niet kunnen en dat soort dingen. Oh, jij vooral, want ik ben er al uit de meligheid. Ja, dat klopt. Alleen jij kunt mij wel nu melig maken, zeg maar. Ja, maar dan ben ik zelf niet melig, dus dan ben ik niet aanstichter of zo. Ja, dat klopt, maar... Met jouw moeheid maak jij mij weerlijk. Oh, hè? Ja, maar dat is toch je eigen schuld, Dommie. Wat doen we? Huh? Wil je internet doet graag? Huh? Wat gebeurt er? Hij laat ineens alles. Dit is echt heel raar. Oh, god. En code is overbelast. Nou, je Skype doet het heel goed. Hoor je me? Oké. Ja, je zei het een beetje sarcastisch, vond ik. Of is het ook sarcastisch? Dat denk je zelf. Ja, het is sarcastisch, hè? Nee! Oh. Wat denk je nou? Echt? Flapdrol. Is het sarcastisch volgens mij, of niet? Nee! Wolla, je me... Jasper, hou op. Ik kan het echt niet meer. Jasper, misschien is het beter als ik alleen verder ga. Ja, maar er kijkt toch niemand. Wel, er kijken wel mensen en anders wil ik het doen voor de mensen die terugkijken, Jasper. Dat weet ik, maar dit ging heel goed. Oké, Jasper, ik denk dat het best is. Sorry dat ik pas zo laat kom kijken. Hallo, hoe oud is Jasper? 13. Oké, ik ga het weer normaal doen, ik zweer. Oké, als je nog één keer iets zegt, dan hang ik je gewoon op. Want het is echt beter. Ja, je mag wel dingen zeggen, maar als je één keer iets... Ja, je snapt waar ik bedoel. Je mag niet meer een B zeggen en niet meer SS. Zeg het niet, want dan maak je me meelig. Zeg gewoon niks, ook niet wat je niet mag zeggen. Joost, zet me eens heel even op mute. Nee. Ja. Nee, serieus, ik hang je op, Jasper.
Ik ben heel irritant. Ik hang je echt op. Dit gaat echt fout. Jasper. Ik denk dat het het beste is als ik alleen ben. Nee, je laat me lachen. Je mag wel mee chatten, maar dit gaat gewoon niet goed. Dit gaat gewoon weer die andere stream zijn kant op. Nee hoor. Wel. Over wie heb je het? Laatste waarschuwing. Serieus. Oh, ik moet weer gaan. We gaan oliebollen en zo eten. Oké, okay, stay firmless. Love you. Ze komt en ze gaat. Ja. Inderdaad. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moet het nu nog gaan? Prachtig. Echt super mooi. Woe! Mijn laptop hier. Grip. Dat is pech, laptop weg. Oké, maar we zitten nu niet echt Sims te spelen of zo. Misschien moeten we weer gaan photoshoppen. Want. Daar ging het toen goed, ja. De encode is ook overbelast. En ja. Dat is niet helemaal de bedoeling, zeg maar. Joost. Ik hoor een ambulance in mijn buurt. Oh nee, dat is echt creepy. Dat is echt heel creepy met oud en nieuw. Joost. Ja? Teleurstellen. Wat? Het duurt nog maar een uur 2017. Jup. We gaan nog maar een uur leven, jongens. Nog maar een uur. Ja, nee. Maar, Jasper, maak die grap alsjeblieft niet. Er is net iemand in de chat waarbij een ambulance in de buurt is. Met vuurwerk. En dan kom jij aan. Ja, we gaan misschien nu weer leven in 2018. Ja, maar je snapt het denk ik niet. Jongens, dit moet je goed opvatten. In 2017 gaan we straks niet meer leven. Omdat we straks weg zijn uit 2017. Omdat we in 2018 leven. Oké. Okay. Nou, dat is nogal uitgelegd. Goed hè, Joost? Ja. Applausje voor Jasper. Dat was sarcastisch, Joost. Oh. Ik probeer er nu een heel serieus gesprek te voeren, maar je neemt het weer niet serieus op. Nee. Dat ben ik. Nee, vind ik niet leuk. Oh, nee. Oké, okay, nee. Jongens. Ik ga nu Photoshop openen en dan gaan ja, we nog... Ja, ga dat maar heel snel doen, ja. En dan gaan we nog even Photoshoppen. Yeah. Ja. Ga je maar even Photoshoppen, ja. Ja. Jasper. Wat is het? Je doet irritant. Ik doe nu echt niks, ik zweer. Nee, maar je doet dat. Ik probeer echt een serieus gesprek te voeren. Ja, ik weet het, maar gewoon, ja. Jij bent nu gewoon melig, Joost. Het ligt nu niet aan mij. Dit is zo onterecht. Dit is zo onterecht. Nee, maar gewoon aan jouw stem. Nou, maar ik probeer gewoon heel normaal te praten. Nou, moet ik zo gaan praten of zo? Ja. Nee, nou, kun je dan ga ik zo praten? Nee. Oh my god. Ik ga wel slapen, is ook goed. Jasper, ik denk dat het echt de beste is als ik alleen verder ga. Jij doet het zelf! Nee, dat klopt. Ik doe ook het gedeeltelijk zelf. Maar wij steken elkaar aan. Ja, maar ik zit gewoon uit te zeggen dat ik probeer ook echt serieus uit te leggen over dat vuurwerk, dat ik het niet zo bedoelde. En dan komt het ja. Dat is niet grappig, Joost. Ik ga nu heel serieus naar je kijken. Maar, dit gaat gewoon niet goed zo, Joost. Ik kijk nu heel serieus naar je. Ik blijf. Ja, maar... Ik blijf. Maar... Dan... Maar, nou, Joost... Nu kan deze stream zeg maar nog net online... Maar ik wil niet die zoveel, ja. Ja, maar als ik nou heel, je doet het nu echt zelf. Ja, dat klopt, dat weet ik. Maar wat het is, jij steekt mij, door jou word ik zo meerlijk. Als jij weg bent, dan ben ik het niet meer. Dus, dan kan die livestream gewoon online blijven. Snap je? Dus ja, live discussies met kijkers. Jee. Prachtig. Woe. Ja. Yeah. Feestie. Woe. Feestie. Ik begin echt moe te worden gewoon. Ja, het is gewoon dat jij moe bent. Daar ligt dat aan. 1. Ik ga nooit zo lang live. Of ja, soms ga ik zo lang live. Maar bijna nooit ga ik zo lang live. Kunnen we eens een keer 24 live gaan? Nee, dat is echt niet voor mij weggelegd, denk ik.
Nou, dan weet ik waar het op eindigt eind van de... Ja, ik ook. En dat willen we niet weten, want dat gaan we niet uitleggen. We gaan het nu hebben over eekhoorns. Eekhoorns, die zijn leuk. Want eekhoorns eten nootjes. Ja. Oké. Okay. Klopt. Jongens, wat voor edit moeten we maken? Eekhoorns. We moeten gewoon nog... Weet je wat we ook kunnen doen? Dat we even een pauze nemen. Ja. Kijkers, ik denk dat dat het beste is. We komen zo terug. Want Joost en ik gaan ons even uit laten lachen samen. Ja, we moeten echt... We moeten even slechte grappen naar toe gaan maken. Ja, ik denk jongens dat dat het beste is. Sorry. Want Joost trekt het even niet en ik trek het ook even niet meer. Nee. We gaan gewoon even... Jullie mogen van het vuurwerk buiten genieten. Sorry hoor. Dit spijt ons echt. Ik vind het zo erg. Ik wil dit maar niet. Wij kunnen dit niet. Nee, we moeten dit echt even... Ja, sorry kijkers. Maar dit moet echt even... Ja. Kom maar echt sowieso over een kwartiertje weer terug. Nou, ik weet niet. Ik weet zeg maar... We kunnen... Ja. We komen wel over een kwartier terug. Oké, we gaan nu genieten. Even pauze. Oké, wacht. Even kijken. Zo... Oké, we gaan nu... Nee, nog niet. We zijn nog live, zeg maar.
Hallo iedereen. Hallo. 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 Wij zijn echt doodsmoe. Jongens, even disclaimer kijkers. Zeg maar, deze livestream hadden we beter in de middag kunnen doen. Kirsten, ik heb me net overlegd en we hadden dit eigenlijk helemaal niet moeten doen. Nee, we hadden het niet in de avond moeten doen. Want ja, het gaat niet goed, zeg maar. Wij worden dan heel melig en ja. En dan kan je bijna pannenkoeken bakken, dus ja. Ja, maar ja, wij zijn heel melig in de avond. We gaan nog wel door. Dit laatste... We hebben overwegen om te stoppen. Nee. Dan hang jij op. We gaan... Nee, jij zei, misschien kunnen we beter stoppen. Nee, ik bedoel daarmee met jou bellen, met dat stoppen, dat we zeg maar niet meer samen gingen. Ja, maar dat is niet terecht. Ja, dat klopt, maar... Okay. Dan hadden we jou gewoon op mute gezet, dan had ik ja. Alles regelen. Nou, laten we dat maar doen. Nou, kom maar jongens. Zet mijn webcam niet aan. Sta je op mute, Joost? Goed zo nou, jongens. Welkom bij mijn stream. Ik vind het super tof jullie allemaal zijn, natuurlijk. Hoe gaat het met jullie? We gaan lekker allemaal leuke dingetjes doen. Nou, we gaan even kijken. Ga even op mijn Instagram kijken, hoor. Of de wereld een beetje leuk is, de wereld een beetje stom is. Ga het allemaal zien, hè, jongens. Ja. Ga even kijken. Zijn er nog mensen aan het kijken? Laat het even weten. Ik ga even kijken op YouTube. En misschien kunnen we even overschakelen naar het vuurwerk. Ja, dat kan. Shh, jij mag niet meepraten. Ja, dat boeit niet. Hé, ik zag vuurwerk! Nou, toevallig. Maar Joost, jij bent de schakelaar. Dus jij mag alles schakelen. Oh, oké. Dus je moet niet praten. Als ik zeg, kunnen we naar dinges, dan gaan we daarheen. Ja? Oh ja, nou, het is heel mooi, hè, het vuurwerk. Oeps, kijkers, jullie horen nu Jasper ook niet. Wacht. Oeps, gaat fout. Oké. Volgens jou? Nou jongens, is het vuurwerk mooi? Kunnen we op een lelijk gezicht inzoomen? Hebben we daar beelden van? Joost, ze horen jou niet, hè? Dat weet ik. Ja, dat weet je. Oké, dit is echt heel grappig. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Lelijk gezegd, hebben we dan, jongens? Kunnen we daar... Ik voel me net diertje blok. Ja, dat hebben we, hoor. Ja. Nou wel, jongens, wat voor mooi gezicht is dit nou? En even trouwens, we hoeven nog maar 51 minuten. Ja, oké. Okay. Ja, dan ga ik weg. Ik ga over een half uur al weg. Over slechts 20 minuten al. Zeg even dat. Oké, jongens. Ik moet even zeggen yeah van Joost. Zo, Joost. Oh, wacht. Ze horen mij. Dit moest ik van jou zeggen. En nu moest ik dit zeggen. Wauw, oké. Wauw, ja. Ja. Dat ga ik even niet zeggen, sorry. Kunnen we schakelen naar het vuurwerk?
Joost Bonne, hebben we jou in beeld en niet een ander mooi gezicht? Ja, maar ik wil een beeld. Ja, maar dat kon er net wel. Dan ga je dat nu doen. Hoe heb je dat dan net wel gedaan? Maar hoe heb je dat dan net wel gedaan? Nou. Ze horen jou nog steeds niet, dat is wel grappig. Ze zullen echt niet denken, de kijkers. Waar de fuck hebben die jongens? Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Nee. Dit was mijn stream vanaf nu. Oké, we gaan nu het nieuws bespreken. Hallo jongens, ik ben er weer. I'm back. Oké, jongens. Hey Joost, I'm back. Dit vond ik... Hey schat. Oké, jongens. We gaan weer serieus verder. We kunnen dit, Jasper. Nog zeg ja, maar... Dit was nog, heel serieus dat je nu net deed, hoor. Dus. Nog minder dan 45 minuten. Nog 44 minuten. Of nee? Dan ga ik pitten. Ja, nog iets minder zelfs als 44 minuten. Nog ongeveer 43 minuten. En dan komt de video. En dan ga ik live, zeg maar, buiten. Dus dan komen we wel doorheen, zeg maar. Het komt goed. Oké, wat gaan we doen? Oh ja, en lief schat, jij vroeg, zeg maar, voor een Q&A. Maar wat wij zeiden, we moeten wel vragen hebben voor een Q&A. Want ik had, zeg maar, op Instagram geplaatst dat we Q&A moesten doen. Maar... Die vragen, die hebben we zeg maar... Je hebt heel veel leuke dingen gemist, wist je dat? Ja, die vragen hebben we zeg maar al beantwoord. Dus... Maar je hebt ook heel veel andere leuke dingen gemist. Wat dan? Zoals de pauze. Nee, Jasper. We willen niet meer melk worden. Oh god. Jou. Nee! Doe het kort. Ik zet me heel erg op mute. Oké. Jasper, die wordt even gek. Hey, er stopt een auto. Kijk, jongens. Kijk. Kijk, jongens. Een auto. Nou, dat was jij leuk. Zei hey, voor, jongens, jij auto, zei jongens. Voor meter en toen werd ik heel eventjes mee. Ja. 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 Gewoon het woord melig maakt me al melig. Ja, inderdaad. Jongens, zijn jullie al melig? Ja, echt. Ik en Jasper laat in de avond. Het gaat niet goed gewoon. Jawel. Het gaat echt gewoon... Dit loopt niet goed. Jasper, dit is eng. Misschien kan ik... Wacht, ik kan misschien mijn stem helemaal vervormen. Zullen we gewoon lekker stemvervormers erin gooien? Dat is leuk. Dames en heren. Koeken en peren. Dit is geen stemvervormer. Oh. Maar. Maar. Dames en heren. Jongens en meisjes. De grote Joost en Jasper livestream gaat over om 1 uur uit de lucht. Zullen we anders gewoon... Jongens, misschien is het een goed plan, want ik ben echt moe. Als ik gewoon een wekker ga zetten. Ga je slapen? Nou, ik zit daar eigenlijk serieus over na te denken. Ik wil zien! Ja, maar dan gaat het mij sowieso niet lukken, maar ik ben... Ja. Doe ergens een camera. Trouwens, dan word ik echt moe waarschijnlijk. Ja, ik kan trouwens toch never nooit slapen. Dan moet ik mijn slaappillen op hebben, bedenk ik me nu. En anders dan blijf ik moe. Nee, dat is trouwens geen goed plan, jongens. Want ik heb slaappillen vanwege mijn ADHD. Dus ja, anders dan... Ja, dat gaat niet goed. Maar... Ik moet eigenlijk wel even iets bedenken hoe ik... Ja... Energy! Nee, dat drink ik nooit. Oh, lekker. Ja, dan moet jij ook nooit meer drinken, Jasper, want het gaat niet goed als jij energy drinkt. Eva vindt dat ook niet leuk. Maar ik denk, kijkers, dat we misschien het best even een pauze kunnen doen. Een lange pauze.
Gewoon tot het nieuwjaar is, zeg maar. Ik blijf nog wel meedoen in de chat, maar ja. Ga movies... Kunnen we doen, Movie Star Plan spelen. Dat gaat ook fout, dat word ik ook melig. Joost. Kunnen we wel doen, ja. Dit woord moet je horen. En het is echt, dit is echt cool. Melig. Zullen we Movie Star Plan het gaan doen? Ja, maar dat duurt te lang. Een film duurt altijd zo lang. Ja, maar... Oké, jongens. We gaan Movie Star Plan doen. Ik heb daar alleen... Oh, ik ga liever slapen. Ik ga wel even serieus even slapen. Ik kom zo terug. Anders is het niet handig als jij gewoon ophangt. Dan ga jij slapen. Nee, ik wil alles horen. Maar... Ik zet mezelf niet op mute. Oké. Maar wat, jij snurkt wel eens en jij praat wel eens over je slaap. En ik heb jou een keer in je slaap over rare dingen horen praten. Nee, maar nu ben ik moe. En weet je wat ik... Dit kan ik je wel echt serieus bewijzen. Ja. Als ik heel moe ben, praat ik juist niet. Hoe weet je dat? Zeg mijn moeder. Oh, oké. Nou, jongens. En als je moeder iets zegt, is het waar. Ik ga move. Sommige dingen zijn waar, niet alle dingen. Ik ga geen dingen zeggen die niet waar zijn, want misschien zijn er nog kleine kinderen bij. Oh my god. Nou, ben tenminste eerlijk. Ja, maar ik weet denk al wel. Ik heb geen dingen genoemd hoor. Dus, ja, dat klopt. Even lichtje uitkijken, joh. Joost, kijk, moet je kijken. Ja, ik kijk. Oh, wacht, ik kan het nooit niet zien. Prachtig. Oké. Nou. Jongens, ik open nu Movie Star Planet. Ik log even in, want ik heb zelfs nog een account op Movie Star Planet. Ik heb dat ooit een keer gespeeld. Oké, toestaan, zo. Go it. Hallo jongens, ik ben knap. Jasper. Echt. Oh ja, ik moet slapen. Ja. Lekker slapen jongens, zeg even allemaal wat rust in de chat. Oh my god, we hebben nu 7 kijkers! En precies als ik ga slapen, dit helpt altijd. Dat valt mij nu... We hebben nu echt ineens veel kijkers. Ja, dat komt omdat we gewoon grappig zijn. Dit helpt wel, benen. Ja. Alleen we moeten niet te ver gaan. Dan... Nee, maar ik ga ook niet te ver. Ja, dat klopt. Ik heb 5 seconden geslapen. Kijk hoe druk ik weer ben. Zal ik even een oliebol eten bedoelen? Misschien heeft dan weer suiker binnen, dat is wel goed voor me. Ik weet niet. Suiker. Wat was mijn naam ook al? Joost, heb je nog pepernoten? Jongens, ik ga slapen. Oh my god, jongens, volgens mij... Ik ben precies te laat. Er werd net vuurwerk afgestoken. Sorry, ik ga vuurwerk afsteken. Oké, maakt niet uit. Doei, stay fabulous, love you. En mwah. Oh, er zijn nu ineens, holy glitter, er zijn ineens 5 kijkers weg in een seconde of zo. Ja, dat klopt niet, Joost. Wel. Ik denk, klopt niet. Wel. Ja, weet je wat zij doen? Ze keken met haar hele familie. Iedereen komt op zijn aparte apparaat. Was dit mijn naam? Ik moet even mijn naam bedenken, jongen. Joost, je ziet niks van mij, hè? Het is bij mij helemaal zwart. Nou, ik zie sowieso niet jouw webcam, omdat mijn beeldschermen vol staan met de dingen voor de livestream, lief schat. Oké, volgens mij doet hij het. Ja, hij doet het. Oké. Dan ga ik hem nu even... Nu moet je echt mijn webcam uitkijken, het is echt eng. Ja, maar ik... Oh god, ik heb berichten op. Hoe zet je hem in fullscreen ook alweer? Ik moet hem even in fullscreen zetten, jongens. Hoe kan dat? Oh, wacht. Come with baby now. Zo. Ik probeer te slapen, Joost. Ja, ik weet het. Ik wil wel alles kunnen horen. Oké, zo. Ah ja. Oké. Nou. Dan gaan we nu... wat ging ik ook alweer doen? Oh ja. Overschakelen naar de scène. Tada! En jullie zien Movie Star Planet. En oh my god, we kunnen hier aan draaien. Oh my god. We hebben 20 van die dingen. Dat was een harde boom. Oh. Ik wou nog een keer, maar dat kon niet.
Oh my god. Wow! Wow! Oh. Wat? Je kunt serieus voor 75 euro? 75 euro kost 1 week VIP. 75 euro? Op je wel, gauw. Of zie ik dat nou? Kost dat serieus zo duur? Laat zien. Ja, dat kun je zo zien in de livestream, lief schat. Het loopt achter. Ja, maar je kan het nu niet laten zien, want dan valt mijn internet weg. Het duurt wonderlang tot ik moet wachten tot ik in de livestream. Oké, vul de details in om te kunnen starten. Kun je serieus? Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar, iedereen op Movistar Planet. Dankjewel, mens. Oké. Waar gaan we naartoe? Gaan we naar de chat? Dan gaan we gewoon promotie maken. Ik ben live op YouTube. Holy shit, Joost, dat is echt duur. Yup. Nee, dat klopt niet, Joost. Oké, chat. Hallo. Iedereen. Ik ben live op YouTube. Zoek op die ene plopkoek. Zo, haja, hoe verstuur je hem recht? Oh my god, je kunt er smileys bij doen. Oké, haja. Ik heb gestuurd. Hallo iedereen, ik ben live op YouTube. Zoek op die ene plopkoek. Yeah. Oké, krijgen we nu kijkers bij? Gaan mensen dingen terugsturen? Wacht. Wij gaan... Oh my god. Joost, 6 mensen kijken. Maar bij mij staat 5. Huh, wat maak jij voor geluid, ding? Bij mij staat er nog 5. Verzoek een vriendschap. Huh, iemand wil vrienden worden! Oh my god! Gelukkig nieuwjaar! Oh my gosh! Oké. Okay. Waar kom je vandaan? Oké. Okay. Je hebt Keza toegevoegd aan het gesprek. Hallo. Ik ben een plopkoek. Zo. Oké, goed gesprek, hè? Oké, we gaan... Joost, heb ik iemand toegevoegd? Wat zei je? Heb ik iemand in dit gesprek toegevoegd? Weet ik niet. Joost, je weet bijna dat we 4 uur al aan het FaceTime zijn. Nee, je hebt niemand toegevoegd. Yup. Het is ook bijna zover, volgens mij. Nog een half uur. En dan ga ik zo weg, helaas. Mooi, jongen. Jason! Ik ken iemand die Jason heet. Haha. Jasper, zet uit. Copyright. Ik kan niet je zingen. Nee, copyright misschien, hè? Dit is geen copyright, lieve schat. Hoe weet je dat? Ik heb iemand gevraagd of ze mijn vriend wil... Oh, wacht, het is een jongen. Ik ga iemand verkering vragen. Gadver. Ja, cool, hè? Gewoon een mooie dag. Oh, dat is niet copyright. Ik zag nieuwe reacties en een vraag onder mijn foto van vandaag. Hey, JC! Dood. Heb je soms je neus vergroot? Tel ik. Heel leuk dat je op mijn profiel kijkt. HT, ben 3 van de 50. Ben moslim. Mag ik van jou tv stelen als aslama? Wat? Wat staat hier? Wat? Joost, en dan zie jij tegen mij te zeggen
dat ik dit ding niet mocht zeggen met die. Nee, maar ik wist dat niet. Ik lees gewoon. Ik zat gewoon te lezen wat hier stond. Dit is ja, gewoon mag, iemand op moviestap. Ik mag die hele livestream niet online. Wel, dit. Ja, ik weet het gewoon. Dat vind je dat als je een malletje kan. Ja. Oké. Okay. Dit gaat echt fout, jongens. Ik zet mijn licht alweer uit. Dat was beter. Je bent het mooiste wat me is overkomen. Nou, dat is de eerste die het zegt. Want ik heb een goed idee. Ik dood je met de regenboog. Wij ben je echt niet meer omlaag. Met jezelf op je geklaag. Je kan aan de bank weer maar voor jou ben ik. Wacht! Je hebt ook tv's hierop. En dan... Kom je kijken bij mijn livestream wordt geblurred? Wie zegt dit? Ik vind dit heel eng. Joost. Wat? Wie had dit idee op? Ja. Monster Planet zitten rare mensjes. Ja, maakt niet uit. Zullen we muziek gaan luisteren? Die ene plopkoek zoek op. Wow, je hebt... Wow. Hallo. Word Jack, ik kan chatten, jongens. Ik ga gewoon mensen verplichten tot dingen zoeken. Dan spam ik de regenboog emoji. Oh my god, die gast heeft gewoon VIP gekocht? Ja, Dan moet ik je blokkeren. Doei. Mij breng je echt niet meer omlaag. Ik ben volgens mij uit de room gegooid. Uit welke? Weet niet. Oh, ik kan naar de VIP-club misschien. Kan ik naar de VIP-club? Nee, ik kan niet naar de VIP-club. Verdikkie, jongens. Ik ben boos. Ik wil naar de VIP-club. Ik heb helemaal niet meer het gevoel dat van luisteren zijn eigenlijk. Nee, ik ook niet. Ik zit gewoon lekker in mijn vel. Ik zit gewoon met normaal te zijn. Ja. Ik zit nu echt relaxed. Ik zit echt lekker muziek te luisteren. Ja, alleen je moet wel rekening mee houden dat je geen andere muziek luistert, zeg maar. Ja, maar dit is toch leuk? Ja, dat klopt. Maar... Gaan we deze luisteren? Nee, zet dit uit. Dit is echt slecht. Jasper, wat... Oh, was het? Zoals jullie zien komen hier allemaal verschillende soorten fanarts langs. Oh. En deze zijn door jullie gemaakt afgelopen week. Jasper, zet uit! Nee, maar dit is toch voor Thomas komt. Ja, dat klopt, maar... Ja. Ja, maar... Maar... We zijn live! Ja, maar... Hey babe, hoe gaat het? Hey schat! Hey Gwen, Gwen komt kijken. Hallo Gwen. Ja. Nou, hallo bij deze leuke livestream. Ja. Koop ook een jaar VIP voor 75 terug. Lief schat, dat was voor een week. Voor een week? Ja, erg hè? Hoe erg is dat? Dat is toch stom? Oké. Prachtig. Oh my god, dit hoofd is eng. Voorbij, vriendje. Een vink. Nee. Oké, Gwen. Sorry voor deze livestream. Echt, sorry. We zijn echt heel... Ja, we zijn... Ja. Ik wil de kijkers gaan teleurstellen. Waarom? Er gaat nu iets heel vervelends gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Oké. Ik heb je trouwens op mute staan.
Oké, nu niet Klik meer. Klik erop, doei. Nee! Hier stond er precies niet meer op. Nee, dit was echt heel erg. Oh god. Jasper? Kijk eens, volgens mij is Jasper weg. Rip. Ach ja, hij komt wel weer terug. Vertrouw op. Hoe gaat het? Ja, goed met jou, Gwen. Hoe gaat het met jou? Jee. Hey, is die nou dood? Ik weet niet. Oh my god. Wacht. We gaan iemand verkering vragen. Ja! Ik schrik me dood. Oh my god. Yup. Oké, kijkers, schrokken jullie ook? Volgens mij. Ik denk het wel. Dit was te goed. Oh. Yup. Ja, dat krijgen we van Joost. Ja. Mij op mute zetten. Ik ja. Jou laten schrikken. Ja. Waarom slaat iedereen andere? Ik vind het niet kunnen. Ja, is iedereen gaan slapen of zo? Ik weet niet. Ja, ik weet niet. Ja, ik denk, het is bijna 12 uur, hè. Dus ik denk dat nu de momenten zijn dat iedereen met een familie zit of zo. Ja, maar wij hebben geen familie. Dat is goed. Nee. Oh my god, ik heb muntjes gehad. Oh, misschien kan je erbij kopen. Ik koop nu ook een muntpakket voor 5 euro. Ik ga naar mijn kamer. 20 muntjes. Kan ik dingen kopen? Wacht. Je gaat niks kopen, Joost. Nee, gewoon van geld in game, zeg maar. Ja. Maar er is iemand naar mijn kamer gekomen. Oei, spannend. Maar Joost, ik moet kijkers aan jou wat vertellen. Wat? Wou ik eigenlijk niet meer zeggen dit jaar. Oké. Okay. Dit spijt me heel erg. Sta ik echt nu niet op mute? Nee. Nou, jongens... Ik had eigenlijk niet willen zeggen dat dit jaar niet meer hoeft te gebeuren, maar... Oké. Okay. Ja, dit is nog niet eerder overkomen dit jaar. MSP. Wat is MSP? Het was leuk om dit jaar met jullie live te streamen, maar... Ik kan helaas gaan zeggen dat ik dit jaar niet meer terugkom. Maar volgend jaar wel. Ja. Yay! Beter bekend als die Glitter Pinkfart Virtual komt van Furries. Ja, en nu moeten jullie allemaal een applausje voor mij geven, want wat een leuk... Nou, ik weet niet, waren afgelopen paar maanden. Oh god, de FPS wordt laag. Ja, dat klopt. FPS is 18 FPS. Maar wat een jaar was het, hè, Joost? Yup, wat een jaar, wat een jaar. Vooral die laatste... 3 maanden. Ja, die zijn echt oktober, zo... november, december. Dat is echt zo raar. De oktober... Die maanden waren als een komeet. Yup. Rutger ging maar volgen. Thomas Rutger. Ging maar volgen. Denise ging maar volgen. Richard Denise ging, ging je volgen, maar wat volgde je? Ja, inderdaad. Denise ontvolgde mij. Sorry, Denise, ik hou wel van je, hoor. Ja, ik hou ook van je, Denise. Ook al heb je me ontvolgd, dat maakt mij niks uit. Ik hou nog steeds van je. En dat maakt het mij extra speciaal dat je bijvoorbeeld toen wel bij mijn livestream kwam. Ik heet Pastel 1 op dat spel. Oh my god, je hebt dat spel. Weet je hoe Pastel, weet je waar ik aan moet denken? Aan een koekje of een taartje. Ja, mij ook wel een beetje. Een pastelletje. Zo'n broodje, pastijtje. Pistoletje. Ja. Zo. Oh, ik moet echt bijkomen. Ik kan echt niet meer. Ik ben zo moe. Jongens, zullen we Joost even een slaapliedje voor Joost gaan zingen, jongens? Oh, ik ben echt moe, jongens. Daar buiten loopt een schaap. Hey, heb jij van ons gehoord? Hey, kijk nou maar eens goed daarbij. Ik ben heel erg mooi en nog ook eens knap. Gaan op zoek bij die vieze haters. Ze kunnen haten wat zij gaan willen. Maar wij gaan door. Door met wat? Wij zijn de grote familie. Yeah. En
Jullie staat altijd sterk. Ja. Yeah. Maar toch. Ja. Yeah. Soms het even tegen. Ja. Yeah. En shout-out naar Eva. Ja, ah, ah. Want dat vroeg zij nu net. Maar toch blijft de familie staan. Ja. Ja, ja. Wow, je kunt... Blijft de familie staan. Ik waar kan... zij horen te staan. En ja, want wij eren Rutger en Thomas. En Richard is de lakai. Wat is lakai? Nee, een aardappel. Nee, de lakai is zo, die is zo onderdaan van de koning. Oh, wacht. Ja, nu je het zegt. Oké, dan ga ik weer helemaal opnieuw maar in. Oké. Okay. Hoe begon ik ook weer? Leek al niet meer. Oké, okay, Jasper, we gaan echt iets heel leuks doen. Ik moet eigenlijk al met Eva bellen. Nee. Maar we gaan precies mijn livestream in Movistar Planet kijken. Oké, okay, maar we gaan nu ook even iets doen, want we gaan even een liedje voor Eva opnemen. 10 seconden, voor... Happy New Year. Staat er. Dus nog... ik ga nu heel even beginnen. Ik ga even mijn geluid ophalen. En Joost, jij doet de beat en jullie gaan... Oh, wij kunnen jullie niet horen, kijkers. Maar dan gaan jullie meeklappen zo. Hey. Ja. Hey. Dus dan ga ik rappen, oké? 3, 2, 1. Oh god. Hey. Oh my god, er begint ook echt muziek in de stream. Hey. Heb jij al gehoord? Dat zijn Joost en Jasper. Zijn nu er cool. Ja. Oh my god. Ik heb... Geef punten voor deze movie. Haters, daar doen wij helemaal niks mee. We doen ze door de play. Want yeah. Wij haten de haters. Is er een remix? Ja. Ja. Maar dat moet je niet. Na na na. Na 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 na. Een heel lekker jochie. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. Ja. Yeah. Oké, okay, jongens, kom op mee. Woe. Is en 2017 was echt een grote feest. Als een beest. Als een beest. Ik ben niet aan het kakken. Was gezellig met al jullie kijkers. Oh, nee, zet op de elkaar. Het was een feest. Oké, ik klap er nog een keer mee. Harder! Spring! Spring! Maar we zijn de feesten. Maar we zijn van de party die feesten. En ja. Oké, okay, doe nog mee. Dat is mee. En dan zeg ik 3. Oké, okay, we gaan even 3, 2, 3, 2, 1, go! En dansen en spelen. Oké, oké. En we waren allemaal zo aardig. Virtual Life 2017 was een feestjaar. We hoeven nog maar minder als een kwartier, hè? Rutger en Thomas. Of ja, jij moet nog minder als een kwartier. Ik moet nog ongeveer een uur. Het is één groot feest, ja. Ja. Yeah. Dus we gaan nu nog maar één keer omhoog. Dus kom mee. Allemaal omhoog. Jongens, 3, 2, 1. Het is één groot feest. Wacht, wacht. Jongens, we gaan dit met meerdere camera's filmen. Wacht. Wat een paren in één groot feest, ja. Oh, het was één groot feest, ja. 2017 was een party. Yo jongens, zijn jullie nog klaar voor een nog leuker feestje? Ja. Ik zie de chat niet, maar dat maakt niet uit. Zijn jullie nog klaar voor een groter feestje? Ja. Feestje van hier tot Amsterdam. Van hier tot Australië. Dat heel Nederland het hoort. Heel België, heel Duitsland. Ik weet niet waar ze het allemaal moeten horen. Hebben jullie er zin in een feestje? Oké, wacht. Waar je ook bent, waar je ook zit, waar je ook woont, waar je ook wint, wie je ook bent. Gaan wij nog één keer dit lekkere nummertje zingen? Wacht, heel even wachten. Nee, wacht. Ik ga nog even... jongens. Maar zijn jullie klaar voor om nog één keer lekker los te gaan? Lekker los. Op die beat. Ja. Zelfgezegd. Yo, Bijna. Ik ga nog even één camera verwisselen. Wat moet het zijn, Joost? Ik ga nog even één camera... Het ziet uit als een beest. Niet als een feestbeest, maar als een echt beest.
Daar gaan we. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 3. Ik ga zingen. Joost. Ja. Kom. Zingen. Allemaal op één dag daar. Beurtje van kijk naar de schinka. En toen ging het helemaal los, ja. En toen. Want wij hebben scheid aan de haters. Hoe? Oh, bijna. 2-1, kom. Party, kom, kom. Ik word nu echt zo moe. Hey. Ja. De telefoon valt echt bijna uit mijn handen gewoon. En het was één groot feestje. Maar toch. Oké, jongens. Zijn jullie een beetje blij? Hoe? Ik ben duizelig. Zullen we nog één dingetje doen? Nog één keer. Oké, ik hang Eva even op. Doe even. Ik spreek later. Tot zo. Oké. Ja, nog één liedje. Joost. Ja? Je moet het opgeroepen. Alles staat hier te trillen. Doe je even rustig? Ja. Oeps. Oh, het feestje gaat rustig, jongens. Ja, het feestje gaat niet door, jongens. Dat feestje. Ja. Zet je me menig, Joost. Nee. Oké, weer even. Ik had eerst het liedje moeten zingen. De camera naar buiten. Oké, zijn we klaar voor nog één keer? Nee, je mag niet meer, Rip. Dan ga ik wel door. Oké. Ga jij gewoon een beetje kloppen, zo? Ja. Een beetje zo? Ja. Oké, jongens, dan ga ik even anders staan, want het ziet er goed uit. Oké, maar zie mij toch niet, want dat mag niet. Ja. Yeah. Oké, jongens, kun je even wat lekker, heb je dancemuziek? Nee. Ja, maar ik heb geen muziek. Ja, maar jij hebt muziek. Oh, wacht. Ik lees niet. Ik lees de chat niet. Die is waar. Is het toch waar, Joost? De haters zijn gepofte aardappels. Jup. En dat is helemaal... Wat voor feestje was dit? Wie kijken er allemaal? Ja. Ik heb 4 kijkers, ja. Wie kijken er allemaal, jongen? Ja. Oké. Ik doe weer even mijn gordijn dicht. Jongens, zijn we nog weer klaar voor het feestje? Maar net zo'n dance man op zich komt. Dan zie je zo de camera buiten beter. Zo, ha ja. Oh god, nee, dit ga je menen. Ik zat de verkeerde scène op te nemen. Nee, hè? Ja, het maakt op zich niet zo heel veel uit, maar ik had de verkeerde scène aanstaan. Zag het wel allebei. Yup. Maar wat voor jaar was dit, jongens? Met diepe dalen, met diepe toppen. Wacht, ik zet je weer even door mijn koptelefoon. Met hoge toppen, met hoge pieken. Yup. Inderdaad. En het was een prachtig jaar, toch, Joost? Ja. Nog... Ik wil de familie bedanken. Nog iets meer als een kwartier, jongens. Ja. Meer dan een kwartier. We zijn echt allebei doods op voor. Even een kleine samen, een kleine spreek. Die we helemaal niet voorbereid hebben, ja. Allebei. Maar die we toch even allebei gaan doen. Ja. Ga je ook zijn wachten. Nou, ja. Dat vind ik zo wel gemakkelijk op een of andere manier. Je ziet toch dat niemand kijkt. Dus dat maakt toch. Nou, er kijken 4 kijkers. En misschien kijken heel veel mensen dit terug. Ik weet het niet. Ja, maar maakt geen zak uit. Maar, jongens, ik wil jullie allemaal sowieso bedanken. Voor de lieve reacties op mijn fanaccount. Echt much love gewoon. Ja. En voor Rutger, Thomas, Denise, Richard. Ik hoop een jaar zonder pesten. Jup, ik hoop het ook. En ja, ik wil jullie allemaal bedanken voor de lieve reacties. Voor de support. Voor alle volgers op mijn fanaccount die ik erbij heb gekregen. Rutger, Thomas, Denise en Richard dat jullie mij hebben gevolgd. Of ja, Denise dat je mij hebt gevolgd. Nee, maakt niet uit. Maar... Ik hou het nog steeds van je, Denise. Maakt mij echt niks uit. Maar ik hou zoveel van jullie. Ik wil jullie zo erg bedanken voor alles. En iedereen die mij volgt. Iedereen die nu kijkt. Die
zeg maar eigenlijk oud en nieuw zou moeten vieren. Die nu gewoon mijn stream kijkt in plaats van oud en nieuw viert. Dat is toch best wel speciaal, zeg maar. Soort van. Maar bij love you. Ja, echt. Okay, love nou, ben you ik weer ja. Oké, waar moet ik beginnen? Bij wie mag ik beginnen? Bedankt. Nou, eigenlijk begon ik allemaal bij Rutger, jongens. Ja. Rutger bedankt, Thomas bedankt, Denise bedankt, Richard bedankt. Want door jullie kwam het eigenlijk allemaal. Het is allemaal dat ik denk, wauw. Ja, inderdaad. Ja, Joost, jij bedankt. Ja. Wat voor die kring ik heb opgebouwd door jou. Familie bedankt. Gewoon hoe ik soms er even doorheen zat en dat jullie gelijk zorg te maken. I love you, familie. Yep. Waar echt het beste wat mij overkomen is. Yep. En dat klinkt heel raar, maar dat is echt waar. Ja. Internetvrienden, ik dacht dat internet mensen vrienden niet kon, maar nu je dit hebt, dan denk ik, ja, dit is echt. Ja, echt. Inderdaad. Dus, I love you, familie, I love you, Rutger, Thomas, I love you, Denise, I love you, Richard, I love you, iedereen. Ik kan iedere naam wel opnoemen, maar dan yep. ben ik wel lang bezig. Ik vergeet mijn familie. Holy, er was echt een heel harde knal een stuk van ons vandaan. Joost, kom hier mijn speech houden, ik word hier heel gek van. Nou, dit was echt gewoon een bom die afstak. Ik voel maar het joh, gewoon trillen. Ik denk dat we moeten gaan stoppen. Hoezo? Ik zeg, hou door je Steve Furbelus, jongens. Tot volgend jaar. Oh, ga jij ophangen? Ja, ik ga, want het is kwart voor. Nou, ja, jongens. Dan, gaat Joost zo overspelen, ben ik bang. Dan ga ik de camera's klaarzetten beneden. Dan komt nu nog de video. Wacht, ik moet eerst even... Waar is dat ding? God, ik hoop dat jullie het heel leuk vinden. Ik heb een telefoon geregeld. Waar heb nou, ik dat? Nee, ik ben dat ding kwijt. Ik heb een telefoon, zeg maar, waar ik daar ook YouTube op moet aanzetten om de chat te kunnen lezen buiten. Wacht, heel even zoeken hoor, jongens. Ja, fout. Echt. Ik zeg natuurlijk zometeen eventjes, want je handjes erbij halen. Hoofdje staan met heel. En dan zie ik jullie echt allemaal stuk voor stuk volgend jaar. Nee, hier ligt hij ook niet. Oh god, dit is ook echt weer typisch iets voor mij, hè jongens. Oh wacht, ik had hem hier in de oplader liggen onder mijn bureau. Was ik even vergeten. Nou, dan ga ik... Houdoe jongens. Houdoe, stay furbless, love you all. En dan ga ik YouTube openen. Ja, ik blijf hem gewoon even. Ik ga even een paar... Oké, Oh, ik moet Eva bellen. Shit, kut. Wat doe je? Kut, mijn ding is niet opgeladen. Wat een slechte ding. Wat zei je daar? Oh, kut. Het gaat alsnog mis, Joost. Ja. Maar dat ging echt puur prof. Ik stond keihard. Oké. Holy glitter, we hebben 11 likes op de stream. Ja, dat komt allemaal door mijn mooie gezang, Joost. Oké, ik open de live chat. Zo, ik stuur even iets in de chat. Joost, horen ze ons nog? Ja. Hallo jongens, ik ben er nog wel hoor, maar ik moet even klaarmaken voor zo. Oeh, er zijn allemaal mensen voor mijn huis. Ze hebben net allemaal naar mijn muziekjes geluisterd, jongens. Joost, heel mijn straat staat op. Serieus? Ja, we hebben net allemaal naar... Oh ja, ik had een microfoon elke. Ah, ze hebben hier allemaal microfoons op. Oké, okay. Jongens, de chat doet het. Kijk, dit is trouwens echt een hele kapotte telefoon. Ja, ik ga even de laatste dingen klaarzetten. En dan ga ik zo, om iets na 12 uur, dan ben ik er weer. En dan mogen jullie daarvoor. Dan komt nu de video die vanavond om 12 uur ook online komt. Maar deze super. Video. Ga die zeker kijken, want hij is heel leuk. Nou, hij komt nu in de livestream. En hij in de tussentijd ga ik naar beneden. Ga ik de camera gauw beneden klaarzetten voor het raam. Ga ik een gelukkig nieuwjaar wensen. En of zullen we nog even een paar minuten blijven? Zullen we nog even een paar minuten blijven? Want... Ja, we hebben nog een paar minuten. Ik ga over 5 minuten, ik ga 5 voor weg. Ja, ik denk nog iets, ja... We hebben nog wel een paar minuten. Hey Joyce! Hey schat! Oh my god, dit is mijn beste vriendin. Je bent echt net op tijd. We gaan dadelijk. Ik heb zeg maar meerdere camera's. Je hebt wel heel veel gemist. Ook heel veel dingen die maar goed zijn dat je hebt gemist. Nou, helemaal niet. Ik heb net heel leuk gezongen. Ja, dat klopt. Maar... Dat wou je niet missen ja. hoor. Ja, dat klopt. Dat wou je niet missen. Maar
We gaan dadelijk. Dat is een mooi liedje, hoor. Het is nog 9 minuten en 30 seconden. Je hebt onze speech gemist. Jup, onze speech heb je gemist. Maar Joost, wat een leuke avond. Joost, ja Joyce, wat is er, schat? Hallo. Ja, hallo. Ik denk dat... Ik denk dat ze nog net niet mij hallo heeft gezien. Omdat, ja. Maar wat een avond. Ja, inderdaad. Dat was denk ik ook weer een onvergetelijk avond. Ja, dat klopt. Maar ik ga denk de laatste scènes klaarmaken. Dus... De laatste scènes van 2017. En ja, Joost, uitroeptekens. Ja, Joyce, wat is er? Maar, jongens, het is bijna nieuwjaar. En ik had nooit verwacht eigenlijk dat ik dit zou livestreamen. En op een bepaald moment vanavond dacht ik echt, dit gaan we niet halen. Wij stoppen gewoon voor dat. En toen kwam ik met mijn leuke zang. En toen ging het heel snel, hè? Ja, op een bepaald moment, echt elke minuut leek een uur te duren. Doordat we zo moe waren. Maar nu zijn we een beetje En toen ging ik een beetje filmpjes kijken en muziekjes luisteren. Ja. En toen kwam het opeens. En nu zijn we over onze moeheid heen. En toen ging ik zingen, toen gingen we dansen. Ja, inderdaad. Maar jongens, ik denk dat ik overga naar de video. Deze video... Ik zeg, hou doei, Stefan. Ja. Nou, Jasper, hou doei. Ja. Ik ga jou ophangen. Ik spreek je vanavond nog wel eventjes. Ja. Nou, tot... Ja, ik weet niet zeker. Misschien op WhatsApp. Nou, jongens, doei. Ik zie je zo. En dadelijk als jullie mij weer zien, dan ben ik buiten. En dan doei, is er vuurwerk. En dan doei, Stefan. Oké, jongens. We gaan... Oh, hij hangt niet op. Oké. Nou, dan ga ik mijn Skype afsluiten. En dan ga ik alvast mijn camera pakken. Dat ik die meteen beneden neer kan zetten. Zo. Woep. Pak ik deze camera. En dan ga ik nu de video aanzetten. En dan zeg ik alvast...
iedereen hier bij naar buiten. Kijk, jullie zien hierboven mijn kamer. Oh, jullie zien het niet. Ik zie het, het is een beetje dood in de straat. Ik zie niet veel. Ik moet even... Oh, ik kerst volgens mij prooi. Oh god. Ik zie niet veel jongens. Je ziet wel ver in de lucht. Het is een beetje dood in onze straat. Hier is... Oh, daar is vuurwerk, jongens. Even kijken of de wifi het nog doet. Je moet niet te ver weg. Dan valt de wifi weg. Ik zie het niet, jongens. Het is echt... Gauw iets zijn. Niemand die iets afsteekt. Maar dan is het in onze straat altijd heel druk. Oh, daar nu wel iets. Daar zie je in de verte. Ik zie niet. Veel is het niet. Dat vind ik nou wel jammer. Heb ik helemaal ernaar uitgekeken om straks live te gaan. Oh, daar nu heel mooi. Kijk, daarachter. Oh, daar is zo mooi. Oh, nu begint het. Kijk jongens, hier doen we het voor. Even dit chat lezen. Oh, wat mooi. Ja, nu ook. Komen ze hier naar de pot tanken. Oh. Zo, dat is mooi. Daar komt ook iemand naar buiten met de pot. Hier komt nog meer. Hij komt in de buurt. Moet jullie eens zien. Daar achter is ook een. Kijk eens hoe mooi, jongen. Gelukkig nieuwjaar. Jij ook gelukkig nieuwjaar. Heb je twee YouTube-accounts? Ja, ik zit nu op mijn kijkaccount te chatten.
Want ik moet hiermee livestreamen. Kijk hoor. Oh, ik schrik me weer dood. Ik moet kijk, daarom is alles. Gelukkig nieuwjaar iedereen, jongens. Kijk. Er komt nog meer uit als het goed is. Kijk. Ik denk dat er nou ook nog iets uitkomt. Het waait wel hard, jongens. Ik weet het niet of er nog iets uitkomt. Ik heb nu hier toch een pot aan. Kijk hoor.
jongens. Oh god. Jongens, hij is onder het livestreamen weggevallen. De camera valt me nu op, nu ik weer boven ben. Maar ik wil jullie allemaal bedanken voor dit bijzondere jaar. Ik denk dat een deel is sowieso op YouTube geweest, heb ik gezien. Ik wil jullie allemaal bedanken. Ik zit hier met mijn jas gloeiend heet. Maar dankjewel voor dit fantastische jaar. En love you all. Echt love naar jullie allemaal. Nou, love you all. En stay fearless. En echt bedankt voor alles gewoon. Nou, bedankt voor het kijken naar deze stream. En doei!